Dames en heren, we gaan maar eens beginnen. Er druppelen vast nog wel wat mensen binnen. Zeg, gasten. Hallo. Onze eigen gasten zitten gewoon door. Hallo, welkom vanavond. Ik ben Suzanne Hering. Ik ben uw moderator van vanavond. En als u denkt, die komt me vaak bekend voor, heb ik daarmee op de middelbare school gezeten. Dat is als je heel lang bij zo'n lokale zender werkt. Ik werk gewoon bij AT5. Dus u kent me waarschijnlijk daarvan. Het programma is over de stad. En ik ben in mijn third places outfit. Normaal sta ik hier strak in pak, maar ik dacht, dit gaat over huiskamers, third places. Dit is de outfit voor vanavond. Dus ik hoop dat u er een beetje aan kan wennen. Ja, u mag wat zeggen. Komt koude lucht uit? Nee, zo hè? Is weg? Oké. Okay. Nou, waarschijnlijk het moment dat de huiskamer werd genoemd, werd het erin. Want ik vind namelijk, ik was me aan het verdiepen in het onderwerp zoals je dat hoort te doen. En toen dacht ik, ja, huiskamer is niet helemaal, ik vind die third place, zoals die Ray Oldenburg, zo heet die heet. Ik heb daar verder niet heel erg verdiept, maar wel wat over gelezen. En die third place is echt zo'n plek wat in mijn huiskamer niet voorkomt. Dat is gewoon ongedwongen interactie. Dat is, in mijn huiskamer is dat niet zo, hè? Ongedwongen interactie, gratis is het ook niet altijd. Je moet altijd betalen met opvoedingstips en dat soort dingen. Dus ongedwongen interactie, goedkoop of gratis eten en drinken. En je kunt daar ook met oude mensen nieuwe mensen ontmoeten. Nou, welkom bij deze third place. Kom binnen. Waarom zijn jullie zo laat? Wat is er gebeurd? Files. We doen aan ongedwongen interactie, zoals ze dat hoort in third place. Files. En waar komt u vandaan? Arnhem. Arnhem? Wauw, te gek. Is er in Arnhem, want ik wilde net aan iedereen een vraag stellen, wat is voor jou een third place? Je mag hier, ga lekker hier zitten. Wat is voor jou een third place? Is er in Arnhem zo'n plek waar iedereen komt? Arnhem jongens, Arnhem, even respect. Respect. Ja, precies. Uit de file in Arnhem. Nou, we willen heel graag zo'n plek bouwen. Jullie willen een plek gaan bouwen? Jullie hebben een initiatief? Ja, ja. Ja. Arnhem-Zuid. Ja. Oh, is Arnhem-Zuid juist bekakt net Amsterdam of is dat juist niet? Nee, maar het is wel heel nodig daar. En waarom is het daar nodig? Jongens, het is interessant. Waarom is het nodig daar in Arnhem-Zuid? Nou, er is heel weinig wat mensen verbindt. En er zijn niet veel openbare plekken waar je samen kunt komen en leuke, creatieve, bruisende dingen gebeuren. Nee. Want dat verbinden, dat is volgens mij wel heel belangrijk. Hè? Ga lekker zitten, jongens. Wie heeft een third place in Amsterdam in gedachten? Waarvan je denkt, nou, dat is nou echt een third place zoals in de oorspronkelijke bedoeling. In Amsterdam, het publiek, niet de sprekers, het publiek. Denk nou, jullie zijn hier niet voor niks, hè? Jongens, een beetje. Ruk en pluk. Ruk en pluk, kent iedereen dat? Ja, dat durf ik nooit naar binnen. Ik denk, daar word ik geplukt. Hij ziet niet eruit als een stam. Ik ga nu heel erg cliché over alles heen. Jij ziet er niet uit als een stamgast van Ruk en Pluk. Kijk even het cijfer op. Is dit een Ruk en Plukker? Kom je er wel eens? Ik kom er wel eens. Ja, en iedereen zit daar? Ja, iedereen zit daar. Verschillende groepen door elkaar. En je raakt ook met elkaar aan de praat. Wat leuk. Dus, en wanneer ben jij daar gewoon naar binnen gestapt? Ja, omdat vrienden zeiden je moet mee naar Ruk en Pluk. En ik was er vaak langs gefietst. Het ziet er van buiten ook heel leuk uit. Ja, nou. En sindsdien kom ik er wel eens. Ja. Want ik zou jou eigenlijk meer in zo'n houten, beton, glas, apple ding zien. Maar nee. Doet zeer, maar nee. Ik snap het. Ja. Maar wat fijn. Hij doorbreekt alle clichés. Ik ben blij dat je er bent. Heel veel moeite gedaan om hem hier naartoe te krijgen. Er zijn er nog maar heel weinig. Meneer, u heeft ook een third place. Ik had eerst een vraag, wat is Ruk en Pluk? Want ik weet het echt niet. Oh, Ruk en Pluk. Ja, ook voor de mensen in Arnhem. Dat is misschien ook wel een leuk. Mag u zo overnemen. Er is een café op de hoek, ja, bij de Linnéestraat. Is het nog geen middenweg, hè? In Oost. Ik had ook een plek, dat is de Voedseltuin Eiplein, waar ik werk vanaf mijn pensionering. En een fantastische plek. Voedseltuin op de Eiplein. Oh, daar heeft iemand een third place telefoontje. Die ken ik niet, op het Eiplein aan de overkant. Recht tegenover, ja. Bij dat oranje gebouwtje, hoe heet dat ook weer? Bij de pont naar het Eiplein. Ja. Als je over dat dijkje loopt, zie je het aan je linkerhand liggen. Okay. Dat is een goeie. U had er ook nog één? Ja, welke had jij? Ik zat te denken aan Bijersdorp. Dat is een gekraakt dorp achter de oude Bijlmer Bijes. En daar is ook een café en een gemeenschappelijke tuin. Er komen heel veel mensen ook van het nieuw geopende AZC daarnaast. Dus dat is wel een voorbeeld, denk ik, van een plek waar mensen samenkomen. Ik vind het zo moeilijk te vinden. Ja, goed. Als het te makkelijk te vinden zou zijn, zouden we waarschijnlijk niet meer zitten.
Maar het is echt, er zijn heel veel verschillende soorten mensen die daar zitten. Ja, zeker, ja. Echt die huiskamerfunctie een beetje. Zeker. Heel goed, heel goed. Dus we weten allemaal wat Third Places is. Nou, zien we natuurlijk ook heel veel, dat hebben we ook afgelopen weekend. Oh, ik weet het niet. Je weet het nog steeds niet? Nee. Het is, ja. Er is heel veel dure horeca, daar kan ik dus niet zomaar gaan zitten, want dat is veel te duur voor mij. En dan heb je wat buurtcentra en die zijn niet echt gezellig en die zijn 's avonds ook niet open. Dus, Je mist er dus eentje in Amsterdam-Zuid? Zeker in Amsterdam-Zuid, ja. Olof Hartplein, daar heb je die bibliotheek, hè? Ja, maar ook Huizen Lien. Oh, daar heb ik vroeger gewerkt, maar ja, dat weet ik niet. Is dat gezellig tegenwoordig? Ja, en de Gruter is ook nog wel redelijk te doen, toch? De Gruter? Café de Gruter. Nee, ken ik niet. Ken je de Café de Gruter niet? Iedereen kent Café de Gruter, toch? Echte bierdrinkers. Dan moet je daar eens naartoe. Daar zit echt iedereen. Nee, maar dat is niet bekakt. Dat is echt heel leuk daar. Ja. Maar waar is het dan? De pijp? Het is aan de Willemsparkweg. Ja, Willemsparkweg, Obrechtstraat. Kijk eens. Daar zou ik het helemaal niet verwachten. Ja, maar dat zijn gewone horecaprijzen, denk ik. Wat is voor u zo'n third place? Nou, als ik ergens voor 1 euro of 1,50 koffie kan drinken en ik hoef niet steeds iets nieuws te bestellen en ik kan een gesprekje met iemand aangaan, ik kan een krantje lezen en ik wil graag kunst exposeren. Ik ben zelf kunstenaar en ik zou het erg leuk vinden als ik ook in de buurt gewoon dat er plekken zouden zijn om het werk te exposeren. Ja. Ja. Moet je toch even het Vondelpark over en dat in West proberen. Volgens mij zijn daar nog wel cafeetjes waar dat kan. Oh. Of in Noord. Dan ben ik benieuwd. Maar ja, ik zou zeker gaan beginnen. Ik bedoel, ik zou kijken of je iets kan beginnen in Zuid. Ja, we hebben nu een proeflokaal op het Oosterstadionplein. Ik ben al in contact met de adviseur. Kijk, nou, dit wordt wat. Hè? Want third places komen ook van onderop. Waar we over gaan praten, want wat maakt nou een goede third place? En ontaart het niet soms in van die Apple-paleizen waar mensen achter een schermpje zitten en een hele dure latte macchiato soja met afdronk van boomschors voor €2,80 drinken. En eigenlijk heel stil daar zitten. Dus zijn dat nog wel third places? Want in het nieuwe werken nodigt mensen uit om heel veel buiten de deur met hun appeltje te gaan zitten. Maar is dat een third place? En wordt het niet te exclusief? We zagen afgelopen weekend in het NRC een stuk, hè, dat je aan die koffietentjes kan zien hoe de stad segregeert. Hè. De groepen gaan echt bij elkaar zitten. Er zijn nog maar een paar tentjes zoals Ruk en Pluk waar iedereen door elkaar zit. Daar gaan we het vanavond ook over hebben. Wat is de third place? Hoe houden we ze inclusief? Moeten we dat van bovenaf reguleren of moeten we dat gewoon maar laten ontstaan? En wat doet het met het straatbeeld? Wat doet het met de sfeer en het beeld in de stad? We hebben cultureel antropoloog, we hebben planoloog, we hebben architecten. We hebben allemaal mensen uitgenodigd die ons gaan inspireren en heel veel kennis gaan geven hierover. 8:45 hebben we een debatje daarover, een soort panel. En dan gaan we om 9:00, 8:45 onze eigen third place beneden aan de bar beginnen. Is dat een goed idee? Heel goed. Dan begin ik met Jos Gadet. Jos Gadet is sociaal geograaf. Ga zitten. Wacht even, ik ga het nu. Stadsgeograaf en hij is hoofd. Ja, nee, maar ik wil het uit mijn hoofd doen. Hoofdplanoloog van de gemeente Amsterdam, dat weet ik toch wel. Jos, kom even naar voren, Jos Gadet. Want jij bent als het ware eigenlijk Miss Third Place. Mr. Third Place. Ja. Nou, in ieder geval, jij bent gepromoveerd eigenlijk op zo'n soort onderwerp. Iets over openbare ruimtes, parochiale plekken. Wat is die geschiedenis van die third place? Ja, de geschiedenis van third place. Mag ik een ja, dingetje laten zien? Ook, ja. En dan laat ik, tenminste, ja, als dat kan. Ik hoop het. Ik denk dat het kan. Ja, dit is eigenlijk een third place. Ah ja, cheers. Ray Oldenburg, de beroemde Ray Oldenburg, die noemde dit ook als voorbeeld. The first place is the place waar je woont. Mm-hmm. The second place waar je werkt. En cheers was de plek waar je, als je niet thuis was en niet op je werk was, dan ging je daar zitten, ouwe hoeren. Het over je werk hebben. Hoe heet die ook weer, deze meneer? Ja, die hield daar zijn psychologische adviezen. Ja. Er gebeurde van alles. Er gebeurt van alles op een informele manier. Ja. En er wordt informatie uitgewisseld, er worden baantjes aangeboden, noem maar op. De buurt ging in een zaaltje boven. Kent iedereen het liedje nog? You wanna go where people know the troubles are all the same. You wanna go where everybody knows your name. Is dat precies. Dat is dus het. Ray Oldenburg had dit in zijn hoofd. Ja. Dit is een third. Hij is vrij Amerikaans. Wij kennen dat iets minder. En ja, daarna is dat een beetje uitgegroeid. Hè? Dit was ook toch wel een economisch verschijnsel. Kijk, als je ideeën hebt, of
informatie wil opdoen, dan ga je ergens waar mensen zitten die ideeën hebben of die met jou informatie willen uitwisselen. Nou, dat beeld, in die, of dat deel van die economie, dat had dit soort plekken nodig. Mm-hmm. En nadat wij van een industriële economie, dienstverlenende economie, naar een kennis-economie, creatieve economie, dan is dat soort plekken gegroeid. En dit vind ik wel een symbolische foto waar Dauphine, vroeger Renault garage, waar het is eigenlijk de eerste echte, in mijn ogen, de eerste echte moderne third place. Het is om 9 uur is het stampvol 's ochtends en om 1 uur als het sluit, 1:15 is het nog steeds stampvol. En het is de hele dag stampvol. Het is een komen en gaan van mensen die niet alleen eten, drinken, maar ook afspraken hebben, waar je werkt, noem maar op. Allemaal die verhalen over third places, dat vind je hier. En dat is in Amsterdam is dat de laatste tijd geëxplodeerd. Ja, ja, precies. En dat zien jullie ook als, hè, op jou, want je bent hoofdplanoloog van de ruimte en duurzaamheid. Dus jullie ontwerpen die stad. Als jullie zien dat gebeuren, is het iets waar jullie ook, waarover gepraat wordt? Is dat iets waar je zorgen over maakt of juist stimuleert? Hoe wordt daar naar gekeken bij jouw dienst? Van alles. We maken ons zorgen omdat in het parool steeds staat, het is verschrikkelijk allemaal, die hippe koffietenten. Terwijl dat eigenlijk de werkplekken van, vandaag de dag zijn. Je ziet dat bedrijf terreinen, hè, waar vroeger de economie het geld maakte, ja, die raken toch wat leeg. Kantoorruimtes die raken leeg, niet alleen vanwege de crisis, maar ook omdat we een andere manier van produceren hebben, waarbij je veel contact met mensen moet hebben. En die ruimtes, dus die productieruimtes, die plekken waar je iets maakt, iets bedenkt, waar je iets toevoegt aan de economie, die bedrijfslocaties, die zien we als vanzelf op. En wij vinden, dus wij denken, dat je dat moet proberen te accommoderen in de stad. Ja, maar dat is accommoderen, dat is één ding. Maar je hebt, zoals je noemde Cheers, hè? Dat was, daar hadden ze het niet over werk. Daar werden geen... Kijk de afleveringen dan nog maar eens op. Maar wat je vooral heel veel leest, ook in het Parool, maar ook andere mensen, is... Het wordt zo stil, mensen zitten achter dat beeldschermpje, er wordt gewerkt en er wordt niet meer... Die ongedwongen interactie is weg. En het is niet meer inclusief. Niet iedereen komt in Dauphine en gaat daar een dag op een kopje koffie om zich heen zitten kijken. Ja, je gaat wel met hele grote stappen doorheen. Dat is het nadeel als je alleen de Parool leest. Dan moet je ook eigenlijk niet lezen. Ik leek op het NRC, hoor. Is goed. Ja. Nee, natuurlijk zie je dat. Maar wat we echt... Als je op zondagochtend al gaat wandelen, op zondagochtend door de stad loopt, dan zie je allemaal dit soort plekken zitten stampvol met mensen die wel degelijk met elkaar praten, die wel degelijk met elkaar de krant bespreken. Die wel degelijk... Dus er zijn... Zoveel onderzoeken, zoveel resultaten. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er wel degelijk... Dat ook, we hebben zelf onderzoek gedaan. Renske Kullender die heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van third places voor het werk. Onderzoek onder acteurs, journalisten en financieel advisors. En een groot deel van hun werk speelt zich daarin af. Dus we moeten dat niet onderschatten. Ik onderschat het ook niet. Maar het is eigenlijk, wat betekent het voor de stad? Hè? Dus we hebben het over de stad, huiskamer. Ja. Voor iedereen. En je ziet toch wel, hè? Ik bedoel, ik lees niet alleen het Parool, maar ik fiets ook heel veel rond. En ik ben ook een afnemer van third places. Ja. Ik zie toch ook wel plekken waar de drempel wel hoog wordt. Om daar eens even lekker een gesprek te voeren. Hè? Zoals? Dus dat, noem het voorbeeld. Een koffiecompanie, een Starbucks. Heb jij angst om ergens naar binnen te stappen? Überhaupt? Nou, sowieso. Nee. Maar het is wel zo dat... Nou ja, we gaan het daar straks ook verder nog met jullie allemaal over hebben en andere sprekers. Maar die inclusiviteit en het ongedwongene, merk ik, maar kan iemand me bijvallen, merk ik dat niet overal zo werkt. Second place maakt hij ervan. Waar hij legt meteen de link met de economie en dat er gepraat moet worden voor de economie. En ik mis eigenlijk. Klopt dat? Zie ik dat goed? Of ik vraag het aan u? Economie. We doen een hele hoop dingen om ons geld te verdienen. En veel van wat we doen is economie. Dus dat klopt wel, maar het is niet de second place bij uitstek. Want kijk, het is ook vrij. Die werktijden en vrije tijd en zorgtijd, dat vervloeit allemaal. En dat speelt zich op dat soort plekken af. Dus je bent er ook in je vrije tijd. Dus het loopt meer in elkaar over. Ik voel Jan Raad straks alvast komen. Want dat gaan we nog verder uitdiepen met mensen die daar ook onderzoek naar hebben gedaan. Maar meneer. Dank je
wel. Ik vind, dat is persoonlijk, Dauphine geen goed voorbeeld. Nee. Gewoon, ik ben er vaak geweest. Prima restaurant, leuke mensen. Maar dat vind ik, en dat is niks persoonlijk, maar dat vind ik geen goed voorbeeld van een third place. Het is gewoon een restaurant. Punt. En dat is dus, dat zijn dus, hè, zo ja, zie je maar nou, weer, dit, wat is ik de zei, definitie? Dit is, oh sorry, mag je... Ja, ga door, jij mag even. Dit was het eerste voorbeeld, hè? Ja. Natuurlijk, sommige dingen gaan aan hun succes dan onder. Maar daar wordt wel degelijk, het is niet alleen een restaurant, hoor. Er wordt wel degelijk... Het is geen huiskamer. Ja, mevrouw. Is het misschien op het moment dat je te commercieel gaat denken als bedrijf, dat je dan de feeling van een third place verliest? Natuurlijk. Ik bedoel, het succes is altijd... De eerste reden voordat iets minder wordt, destructief, is het succes zelf. Want dan gaan natuurlijk mensen het uitbuiten. Of en wordt het duur. Ja, ja, dat zit er zeker in. Ja. Dat is natuurlijk een van de dingen. Jan Raad, ik wil jou vast erbij hebben, want jij hebt ook... Je bent socioloog aan de UvA. Je hebt ook jouw ideeën over third places. Want ik wil jou er nu alvast bij hebben, omdat het... omdat jullie elkaar daarin kennen. Jullie kunnen elkaar. Want Jan Raad, je hebt er ook onderzoek naar gedaan, daarover later meer. Maar wat is jouw definitie van een third place? Nou, eigenlijk zoals Jos het... Pak de zwanenhals. De zwanenhals? Ja. Nee, een beetje hetzelfde zoals Jos doet. Een plek waar je naartoe kan gaan en waar je ongeacht je opleiding, sociale klasse, je geslacht, leeftijd, levensstijl bij elkaar kunt zijn. En op een spontane en relaxte manier kan praten met elkaar. Vind jij Dauphine een goed voorbeeld? Nou, ik ben niet een hele frequente bezoeker van Dauphine, maar toen ik er geweest was... Ik vind dat geen third place. Ik vind het, jij hebt er misschien meer ervaring mee. Maar een third place is waar je niet een plek waar je praat, maar waar je praat met mensen die je niet kent. Of mensen die, laten we zeggen, buiten je directe sfeer zijn. Elk café en elk koffiehuis, bij de kapsalon, er wordt gepraat met iedereen. Maar er zijn vooral gesprekken tussen mensen die de bedoeling hebben om met elkaar te praten. Ja. Dus als ik naar Café Brew ga met een promovendus, dan zit ik daar met die promovendus te praten. En we hebben het ontzettend gezellig en we horen dus een bus. Maar wij hebben geen gesprek met enig ander iemand en andersom ook niet. Nee. En dat ondergraaft het idee van de third place. Daarmee is niet gezegd dat soort plekken niet moeten zijn. En ik ben het ook met je eens als je zegt van... het heeft voor een deel te maken met de arbeidsmarkt. Maar het is ook niet zo, zoals jij suggereert, dat alleen maar mensen daar zitten te tikken. Nee. Het vermengt zich. Het loopt allemaal in elkaar over. En een café dat 's morgens om 10 uur open is met alleen maar mensen die voor de gezelligheid komen, dat kan niet. Nee. Dus je hebt die menging en je zal zien dat in de loop van de dag die samenstelling ook steeds verandert. Mijn punt is vooral... als je praat, dan doe je dat niet of nauwelijks met mensen met wie je niet had afgesproken om mee te zijn. Nee. En dat is misschien en dan is het geen third place. Nee. Want jij hebt in Folia geschreven daarover. Hè, de vraag is, Jan met de pet en Ali met de muts, zijn die ook blij met die verandering? Okay, ja. Dat er steeds meer. En daar, daar zeg je ook, daar hebben ze het in het stadhuis echt nauwelijks over. Dat die plekken er minder zijn, omdat die duurdere koffietentjes, waarin dus al die werkende, maar ook wel pratende mensen zitten, ja, die kunnen die huren betalen. En Jan met de pet en Ali met de muts, die kunnen dan nergens terecht. Ik heb het niet geschreven, was een journalist. Oh, oké. Okay. Maar wat we hadden gedaan, we hebben onderzoek gedaan naar koffiebars, naar specialty koffiebars. Dus ik heb 100 studenten de stad ingestuurd met maar één vraag. Ga kijken wat er gebeurt en kijk wie met wie praat en wanneer. En dat hebben ze opgetekend met het resultaat wat ik net vertelde. Ja. En het is hartstikke goed dat soort plekken te zijn. En laat ik me eerlijk zijn, ik heb deze koffie veel liever dan de koffie die ik laatst in Amsterdam-Noord voorgeschoteld kreeg. Voor 80 cent. Bestaat nog wel, maar er staat er de hele middag te pruttelen. Lekker, ja. En, echt een bakje pleur. Ja, een bakje pleur. Ja, ja, voor deze jongen niet. Maar, maar de vraag was eerder, van als dit, laat maar zeggen, de infrastructuur is en die vervangen andere cafés die laagdrempeliger zijn, ook qua geld en qua sfeer, dan voor wie bestaat dat dan? Dus ik zie wel dat onderscheid. Overigens, dat café waar ik net over had, op het Mosveld, Mosplein. Dat was op een bepaalde manier een third place, maar voor een heel andere mensensoort.
Ja. En die zaten te klagen over die juppen die daar wonen. En die komen niet en die hebben arrogantie. Maar dat is die segregatie waar ze dan inderdaad in het NRC over hadden. Ja, maar is dat erg? Ja, is dat erg? Ja. Dat is een vraag. Wat jij zegt, van daar zou het stadsbestuur eens naar moeten kijken. Zou het stadsbestuur of de gemeente of Jos met z'n iets kunnen doen daaraan? Van, creëer plekken waar het wel kan. Waar de huur laag is, waar de drempels laag zijn. Kan dat? Ja, waar ik commentaar op had, is dat de gemeente of het stadsdeel, toen dat nog bestond, heel nadrukkelijk is gaan sturen om bepaalde koffietent op bepaalde plekken te krijgen. De koffiecompagnie op het Javaplein is er niet spontaan. Dat heeft het stadsdeelbestuur, die heeft daarom gesmeekt. Cartier Putin in de Wallen, idem dito. Ja. En als je dan dat soort plekken kan faciliteren, waar je voor veel geld een cappuccino kan krijgen, dan zou je eigenlijk ook dat moeten doen voor andersoortige plekken, waar andersoortige mensen komen. Is dat iets wat, ben je daarvoor, Jos? Om daar wat gerichter naar te kijken. Van hier is wel een wat laagdrempelige plek nodig, hier gaan we de huren, hier kunnen we misschien iets wat doen als gemeente om jonge... Ja, hoe ga ik hierop antwoorden? Natuurlijk. Kijk, in de eerste plaats is zo'n third place niet iets dat gestimuleerd wordt. Er zijn inderdaad wel incidentele voorbeelden die je noemt waarin gesmeekt is om dat soort voorzieningen daar naartoe te krijgen. Maar doorgaans zijn het initiatieven van mensen zelf die daar iets gaan doen. Vervolgens, segregatie komt niet door de koffie. Tenten. Nee, segregatie komt omdat het ligt in wijken waar gesegregeerd wordt. Ja. Het groot probleem in Amsterdam is dat wij niet genoeg woningen bouwen. En dat dus de woningen op leuke plekken kunnen worden betaald door mensen met veel geld. Zo zie je een segregatie die niks met die koffietenten. Die koffietenten zijn er een resultaat van. Dat is één ding. Vervolgens zijn we wel degelijk... Want wij lezen ook Jan Raad en anderen. Kijk. Wij komen er ook wel ter degen wij lezen, dat je met... Dat je op met... jullie op de afdeling wordt... Ja. Op de afdeling klinkt het degen als een soort ziekenhuis. Ja. Dat wij met grondprijsbeleid natuurlijk iets moeten gaan doen om een bepaalde kwaliteit aan je voorzieningen. Precies. Want het lijkt nu net alsof ik voor hele hippe koffietent ben, deels. Maar wat ook wel heel erg belangrijk... Laat je even denken terug. Hè? Wat doe ik nou? Nee, hij moet denken. Wouter, doe jij het? Wouter doet het even. We moeten even terugklikken. Oh, moet ik terugklikken? Oh. Dit is ook een third place trouwens, het Vondelpark. Ja. Dat we dat maar even weten. Oh. Hè? We zijn weer terug in IJsland. Ja, nou ja, hier wilde ik het over hebben. En wellicht dat Jan dat kent, dat is Espresso Dates in Rotterdam. Ja. Hè, die dat kan is... ik niet hoor. Die, sorry? Die kan ik niet. Nee. Die kan je niet. Ik kom niet uit Rotterdam. Nou, de uitbaatster is deze dame. Is een dame van Marokkaanse afkomst met een hbo-opleiding. Die helemaal geen zin had om die hbo-opleiding te gaan verzilveren. Want ze wilde iets leuks doen. Dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft een koffietent. Een luxe koffietent met heerlijke koffie. Iets goedkoper, inderdaad. En ze heeft dat op een specifieke locatie gedaan. Ze heeft dat gedaan op de Middellandlaan, zeg je dat wel eens? Middellandstraat. Ja, precies. Ja. Op hoek... eerst of tweede? Heemraadsingel, de tweede. Omdat ze wist, dat zit op de kruising van twee culturen. Daar ga ik mijn tent doen. Het gevolg was dat daar zowel de juppen als de buurtbewoner, maar ook mensen die een beetje bang ervoor zijn... Marokkaanse mensen. Dus gewoon laag opgeleide. Ja, ja. Ik moet oppassen met mijn woorden, maar ik bedoel eigenlijk gewoon haar ouders. Ja. En hun vrienden, die komen daar ook. Die komen er ook. Ja, ja. En wat dacht zij? Ik kan helemaal geen taarten bakken, daar kan ik niks van, maar mijn tantes wel. En die tantes zijn taarten gaan bakken. En die juppen, en die vinden dat allemaal leuk. Dus dit is echt, denk ik, een mooi voorbeeld van een third place. Dat erin geresulteerd heeft dat die taarten die daar gebakken worden, inmiddels verspreid worden over heel Rotterdam. Nou, dit is een voorbeeld van een third place. Ja. Goed over nagedacht door deze mevrouw met haar man. En is zij door de gemeente, iedereen komt. Is zij door de gemeente Rotterdam op een of andere manier tegengewerkt? Tegengewerkt zelfs. Kijk, Arnhemse dames. Ook al word je tegengewerkt. Dat heeft niks met Rotterdam te maken. Maar dat lag aan de tijd. Want zij geloofde daar helemaal niet in. Ze hebben haar een ruimtetje gegeven. Die dat heel verhaal, maar dat was van een eigenaar. Dat moest wel weg. Ja. Ze hebben, maar later, toen ze het succes zagen... hebben ze haar wel geholpen een nieuwe locatie te vinden. Oh ja. Kortom, gemeente ook niet helemaal achterlijk. Die snapt, dit zijn toch wel ontzettend belangrijke fenomenen. En hier wordt ook gewerkt. En hier wordt ook gemengd en noem maar op.
Ja. Jan heeft hem maar. Nou, ik weet niet welk microfoon dat ik heb gestoten. Pak even. Nee, nee, ze werd tegengewerkt. Ik moet meteen denken aan Cavador. Dan zijn we achter het badhuis op het Javaplein. Er zit een kleine koffietent. Marokkaanse eigenaar. Die heeft 20 jaar die koffieapparaat gereviseerd. En op een gegeven moment dacht hij, ik ga mijn droom realiseren. Ik wil een eigen zaak. En hij is toen naar het stadsdeel gegaan. Met het verhaal, ik wil een koffietent beginnen. En goede koffie en ook thee en noem maar op. En zei ze, nee, dat willen we niet. En hij was een beetje in de war. Dus zijn vrouw zei, joh, ga nog een keer bellen. Heeft hij weer gebeld? Zei, nee, willen we niet. Toen heeft hij zijn vrouw laten bellen, een Nederlandse. En toen zei ze, oh, wat een leuk idee, komt hij maar langs. Dus ik weet niet of daar een patroon in zit, maar... dat is wel... Ja. Kijk, en het... Misschien is het toeval. Maar het zou best kunnen dat zeg maar, dit soort zaken niet geassocieerd worden met, laten we zeggen, nakomelingen van gastarbeiders. Nee. Ik speculeer hoor, dus ik moet me ontzettend oppassen met wat men zegt. Jullie moeten maar dat zou, ik zou dat wel... Jos moet ook wel oppassen. Ja. Jongens, we zijn hier veilig, toch? Ja, nee. Third place. Of er komt iemand, geef ik de trap. Third place, nee, dat is hartstikke veilig. Third place. Ja. Maar dus dat is een ander verhaal. Je had nog meer voorbeelden, geloof ik, Jos, of niet? Ik zag nog een paar plaatjes voorbij. Dit vind ik wel een mooi voorbeeld. Dit is een mooi voorbeeld. En ik had het Vondelpark, hè, want we denken altijd aan cafés, maar er zijn andere plekken, zoals het Vondelpark, waar... Rembrandtpark, de Noorderparkkamer, noem maar op. Dat zijn allemaal plekken waar je laagdrempelig van allerlei dingen kunt zien. Noorderparkkamer is dicht, hè? Wat is daarmee gebeurd? Ja. Komt het nog wel weer terug? Nee, het is echt dicht. Ze zijn echt gestopt. Maar jij noemt het dicht. Weet iemand waarom de Noorderparkkamer dicht is gegaan? Is de subsidiekraan dicht gegaan? Afgelopen week zijn ze gesloten. Oh, dat is wel heel jammer. Jongens, wie gaat er samen met mij wat aan doen? Want ik vind het een fantastische plek. Oh, dat gaan we uitzoeken. Het sluisje is al overgenomen door de buurt, hè? Dus dat komt helemaal goed. Ja, de subsidie was op. Subsidie was op, aha. En meneer uit het publiek. Ja. Zeg, trek je benen eens in. Het verbaast mij dat één categorie, die volgens mij ook heel relevant is voor de gemeente, dat die helemaal niet opgemerkt wordt in de discussie tot nu toe. Even uit eigen ervaring, voetbalkantines. We hebben er een heleboel van in Amsterdam. Of sportkantines in zijn algemeenheid. Volgens mij is dat nou een, tenminste zoals ik het meegemaakt heb. Dat was de eerste keer dat ik met mensen van Marokkaanse oorsprong... Gewoon Marokkanen. Marokkaanse mensen, Joodse mensen, Joden, Marokkanen. Soms is het tweede en derde generatie. Maar goed in gesprek raakte. En dat was net in die tijd toen Theo van Gogh omgelegd werd. Dat is voor mij heel vormend geweest. En, toen kon je echt praten met mensen daarover. Ja. In die voetbalkantines komen de gesprekken tot stand die normaal gesproken bijna niet plaatsvinden. Dus, en dat is volgens mij juist iets wat zwaar verwaarloosd wordt in Amsterdam. Ja. Heel veel van die dingen verkeren in een slechte staat. Die sportclubs die hebben vaak het geld niet om dat goed bij te houden. Ik vind het een goeie, die sportkantine. Niet dat ik sport en er ooit... Nou, ik ben er wel eens, ik kom er wel eens, maar ik kan me heel goed voorstellen dat daar dit soort gesprekken veel makkelijker gevoerd wordt. Omdat je het gevoel hebt dat je daar met elkaar, dus ook een soort eenheid, hè, voetbalkantine is. Nou, je hebt altijd een gesprek. Je hebt altijd een gesprek. Je begint gesprek. Een gesprek over voetbal. Dat is altijd goed. Ja. En de rest volgt vanzelf ook. Ja, de rest komt. Nou, mijn eerste third place was in de jaren 80 in Groningen, de Driege Zusters. Daar zat iedereen achter de piano en dan kon je het altijd hebben over die rare zwerver die weer achter de piano. Ja. Kon het meestal fantastisch spelen. Maar je had altijd een moment om een gesprek te beginnen inderdaad. Dus iets gezamenlijks wat er in die plek te zien is, dat is mooi. Ja. We gaan daar meer over horen, want ik wil nog niet vooruitlopen op de discussie, want dat doen we een beetje met z'n allen. Jullie komen straks terug in het panel. Ik wil je nu weer even ontslaan. Dan waren er nog dingen die je nog... Jos, jij zit nog op iets? Nee, hè? Ja... Jij wel, hè, Jan? Ja. Jan wil nog iets. Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk niet om er te zijn, maar om te communiceren. Ja. En ik kan het op allerlei manieren doen. Nou, wat je in toenemende mate ziet, is dat er heel intensief gecommuniceerd wordt, maar met mensen die er niet zijn. Want dat is niet fysiek. En ik heb toevallig, gisteren heb ik een stuk weer gelezen in Leisure Sciences, waar ook benadrukt... Dat communiceren met mensen die er niet zijn, dat gebeurt nu, hè? Dat bedoel je achter die laptop. Sociale media. Ja. Internet met je laptop, weet ik het allemaal... Je kan gewoon je werk doen, maar het is ook van, hallo, waar zit jij? Ja. Je kan dingen nagaan. En wat we ook hebben gezien, is dat zeg maar, die extra communicatieruimte, dat die ook in zo'n café of koffiehuis wordt binnengetrokken. Mm-hmm. Want gesprekken die lopen heel raar, want wij gaan met z'n vieren, gaan we daar zo'n tent.
geheid, als wij daar 2 uur zitten, niemand die blijft 2 uur lang van zijn telefoon af. Nee. En dan is het ook, moet je nou eens kijken. Hè, dus je betrekt anderen er ook bij. Er komt een vierde wand bij. Ik ben niet zo van de selfies, maar als je dat wel zou zijn, en heel veel mensen zijn dat volgens mij, dan maak je nog eens een ding van jezelf. En je kan zowel met je vriendje en vriendinnetje communiceren, maar ook in allerlei grotere groepen actief zijn. En dat is een vorm van communicatie die we vroeger niet kennen, die in de tijd van Ray Oldenburg helemaal niet bestond. Nee. Maar enorm belangrijk is. Ja. En terwijl het tegelijkertijd ook een beetje asociale manier is. Want we lopen ze op een... je gaat een café binnen, iedereen zit zo. Ja, ja, ik ook hoor. Ja, maar, ja, we doen het allemaal. Ja, maar dat is, culpa. En ontstaan er dan een soort van mengvormen van communicatie? Het mengt zich, ja. Dus ja. Het is niet zo dat je een volkomen asociaal bent. Dat je alleen maar met... Nou ja, je kan het niet uitsluiten. Maar er is heel veel... je verwijst naar dingen. Jij zegt iets. Jos die zei... uit welk jaar komt dat boek? Nou, dat was toch... Nou, gelijk kijken. Ja, dus ben je weer weg. Ja. Dus ik ga even naar de boekhandel en ik ben meteen weer terug. Ja. En dat is een heel andere vorm van communicatie... die ook een andere dimensie geeft aan wat je op zo'n plek doet. Ja, ja. En er is altijd wifi. Ja, daar gaan we straks ook in het panel verder over. Hè? De fourth places, daar zijn wat vragen nog. Ja, ik ben helemaal de weg kwijt. Want jij gaf een mooi voorbeeld van je huiskamer. En volgens mij wil je daar niet... ongedwongen interactie hebben. En het zijn er misschien maar 3 of 4 of 6 of 7. Ik weet niet hoe het bij jou staat. Op je werk. Ik ben echt wel klaar als ik 100 collega's heb. Dan denk ik van, stop er maar mee. En die third place, daar moeten we ongedwongen gaan communiceren. Met Jan en alle man. Ook mensen die we niet kennen. Waarom stellen we daar zulke hoge verwachtingen of eisen aan? Nou, we gaan naar... Het is heel goed dat je dat zegt. Want jij maakt meteen het bruggetje naar de volgende spreker. Want we zijn eigenlijk een beetje begonnen om mensen te prikkelen. Komt helemaal goed door. Je hoeft niet met vreemden te praten als je dat niet wil. Je mag ook gewoon lekker rustig je krantje lezen. Want er zijn ook afbeeldingen hier volgens mij, dat die tent in Wenen, hè, waar het allereerste Europese koffielokaal, waar inderdaad klassieke muziek werd gedraaid en waar je je krant kon lezen. En waar je op 1 kopje koffie kon blijven zitten. Dus ik ben het met u eens. Maar we gaan het hebben over dit soort plekken. Philippa Collin is cultureel antropoloog en heeft een studie gedaan naar dit soort plekken. Ook wat het betekent voor mensen als cultureel. Wat hebben mensen eraan en wat kunnen wij daar van meepikken? Philippa. Heel veel meubilair. Ja, heel veel meubilair. Wil jij een losse? Een beetje bebouwen. Dit is ook een soort van mijn eigen thuis maken. Je gaat je eigen thuis maken. Want co-creatie. Jij gaat het in het Engels doen? Je kan het doen. Vinden jullie dat erg? Is dat erg? Ik heb mijn onderzoek in het Engels gedaan, dus ik spreek graag met jullie daarna in het Nederlands, maar het liefst nu in het Engels. Dus, en als je even snelle vertaling wil, dan steek je snel je hand op, ja? Ja, ik zal het ook heel langzaam. Ik ben langzamer dan de... Je bent van de slow movement. Ja. Maar het is ook tijd, en we hebben dat helemaal goed doordacht met de programmamakers, dat we dus nu in de slow movement gaan. Ja. Oké. Okay. Wil jij deze hebben? Nee, deze. Ja? Oké, heel goed. Ja. Oké. Thank you very much for bringing up the football canteens, because I think I have some suggestions. Thank you also for bringing up the idea about... Oh, I only have 8 minutes, don't I? Okay. About the fact that you'd like to go to somewhere, have 1 cup of coffee, and stay there without being bullied away. One of the places that I found in my research was the Jaren, which you may think, the Jaren that's in Amsterdam. You may think that's a very snobby place, but... Actually, they have a very good policy about welcoming people. The people who work there had given the instruction that if I have an empty cup on my table, you're not allowed to take it away until I order something else. So I have the right to be there. So places exist like that. Okay. You're right, Suzanne. I want to talk about places where there's not just a question of proximity in the same place. It's not just co-presence. But a place where, and I'm sorry about this, but where there's more active social engagement, if you choose. Yeah. So Jos and I worked on this, I think, together about 10 years ago, and we came up with the idea of hybrid places, so a place that that has an identity that can't be just reduced to one label or one group label. And we talked about hybrid individuals who felt the same way. So what I'll do is I'll briefly show you some pictures of places that I find fall into this category. And then I'll read
extracts from a list of pages and pages, actually, of critical success factors that I created through research, which I think will help us, which will give us tools to create these kind of places. So I hope you go home with something useful. Okay, that's me. This is the OBA. So that's not your OBA. We'll hear about that later. But this is the central library over here. I love this place. For me, it's like a people's palace. It's what I like about it is you walk in. It's incredibly generous. It's full of beautiful, expensive stuff. It's free to walk in. I'm free to use everything. It also invites people to sit in all kinds of different places. You can huddle up like a little mouse in a little corner, if you like. But you can also sit out and look out over the water. So there's a huge amount of choice and a wide variety of activities. It's not just reading books. There are all sorts of things you can do. The staff are fantastic. In my day, the staff were very strict. I don't know about in your day, but... The library staff are very strict. These library staff are very hip and very friendly and very varied as well. It's open. It's very low threshold. You go through a scanner, but nobody stops you to frisk you as you come in. You don't have to put your bag in a locker. So it's basically saying, come in, come in. We love you. Come in. We trust you. And the effect of that you see is lots of different people, different ages, different backgrounds, different social classes, everything all muddled up together. Here's some more. So you can, as you see, you can hide behind places. So it gives you the chance to co-create your own little temporary home, like a little animal, as it were. They also have an interesting program, a lot of crossover and innovation, innovative products or innovative shows and events. Red Light Radio, I think, is there as well. So they attract different types of people at the same time. So you get a kind of a natural mix over as well. This is Bazaar. I see some nodding. This is Bazaar, a restaurant in just off the on the Albert Kaup, and I can't remember who it was who mentioned it, but I think maybe you, Suzanne. We talked about places where there's a good mix, which are located in very specific parts of the city. So this is placed where, if you like, the sort of the white grachtengordel of Amsterdam meets a more mixed area around a city market. And often those kind of places are the places where you get a lot of mixtures. This place is also has an incredibly charismatic and welcoming ethos. There's always somebody standing at the door, even if it's freezing outside, there's somebody standing there waiting for you. They're also very generous portions, generous colors, generous everything. They have a fantastically mixed staff as well, and they are now all making babies with each other, so it's all working out very well. Yeah, it's beautiful. And they have a real mixture of symbols. They have, this is an advertisement for Sidi Ali, I think, from Morocco. And they have there's really something for everybody. This is I'm not very good in meters, but there are a lot of meters there. It's very high. And it's they're Persian tiles that come from an old Persian family who've been making tiles for many years. It's an old church. There's a quote as well in Hebrew. So it's very mixed, and there are a lot of symbols that are interesting for a lot of different people. Now this and you see a very mixed clientele. This is completely different. This looks like a dump, but it's a very, very clever place. You may know this. Does anybody know this? Sexyland? Yeah. Okay. This is by the NDSM ferry, where the NDSM ferry comes in. It has quite a sort of tragic past. This used to be the clubhouse of the men who were left over from the NDSM terrain, and this was the last little part of the NDSM that they had. So if you go in now, there are places where their photographs used to be, which are now slightly different color from this. And they're all gone, and it's the end of an extraordinary era on the NDSM. And this is what's left over. It doesn't look like much in the daytime,
but at night it begins to get more exciting. So just that that neon light attracts all sorts of people. And they have a fantastic and very simple policy, and that's that anybody can hire their space and their facilities. So what they offer is a hut with lights and warmth and a beamer and a film screen and speakers and a working bar. And anybody can hire it for their own club or their group of people on one condition, that it's open to the public. So what you get are all sorts of mixtures of people. And obviously, people who wander in thinking, wow, this is going to be fun. So I was there one night, and somebody was very disappointed to see me at the door. Anyhow, this works. This is a good system. Now, this I had hoped, actually, that one of my friends, Yunus, was here. He's one of the Syrian status holders who ended up living on the Mauritskade. Maybe some of you know this. But there's an organization called Gasvrij Oost. And Gasvrij Oost were a group of inhabitants from, that's where I meant met Rink. They're a group of local people who thought, we've heard about all the status holders who are living in cold tents out in Nijmegen. We think there's a better way of doing this. So they managed to get together with the city council, and they got hold of an old office building on the Mauritskade, and they invited 31 Syrians of all different backgrounds. You know, Syria's pretty varied, and they all ended up in the same place. This is called Host, and it was an incredible mixture of people. And I think one of the reasons why that worked was because it was very straightforward. It was very simple. It was, here's a house. We have people. These people have nothing. We need tables, and we need chairs, and we need sofas, and we need clothes. And it was very clear what people needed to do. So that created, there was a kind of vacuum that drew all sorts of different people in. And also, the whole idea was very much that people should do it for themselves. So the inhabitants were painting walls, and everybody was working together for the same, we mentioned that as well. Everybody was working together for a shared goal. And that spirit, now this place is now closed, but that spirit remains. So if you're interested in going to see a similar place, Gasvrij Oost had Host and now has Boost. That's on the Ringdijk, and it's a buurthuis for a lot of mixed activities, which are for neighbors and status holders. Okay, and here is my last example. This is I have a garden, a townhouse on Wijkegouw. This isn't actually Wijkegouw, but it gives the same idea. And this is, for me, you were talking about the football club as one of the most mixed places. This is, for me, one of my most mixed experiences in Amsterdam. And I think one of the reasons it works is because it's a classic kind of Lynn Loughlin, Jane Jacobs setup, in that everybody has a very, very clear piece of land which is their own. So nobody's allowed to walk into my garden without my invitation. So I have my quiet place. I have my quiet place that I can retreat to, because that's normal. I think everybody wants to retreat to their own place. But there are plenty of activities for me to join when I want to join in public activities. And we all have to work together. We have, if you have a garden here, you have to work. You have to dedicate six mornings during the season to working together. You always work with incredibly different people, and it's very straightforward. You know, as soon as you have a shovel in your hand, you've got something to talk about. So we have shared goals, shared interests, and that binds us together. We have something to do. So everybody has a sense of worth as well. It's very straightforward. Okay, so then I look to see, all right, what are all the things what are the criteria behind all these places that we can maybe learn from? And I came up, and it always surprises me, but I came up with these criteria, which just spell hybrid. Isn't that incredible? I was amazed. but basically, I'll just run through them quickly. How long do I have, Susan? Okay. Okay. All right. I have lots of criteria which I obviously can't read to you now, but I'm very willing to share this information with you, and we can build it together. Keep on building it. But basically, a place which is hospitable is
It's the basics. It's we all know when we walk in somewhere and we feel welcome. If we're acknowledged and there's a charismatic host, then that's a good start. It's also about light. It's about good host-guest relation. So somebody who understands, or an organization that understands about hospitality. But I think before I go into the other letters, I think one thing that's really important to understand, for me anyhow, is that these places, you can't just tick off criteria in order to create a third place. It's a holistic approach. It's in everything. And I think one of the most important aspects is the reflective idea, that an organization needs to be aware. If it really wants to combine a lot of different people, it needs to be aware about its sort of socio-political context. It needs to be aware of what's going on around them in the world. It needs to be super aware of what it's like to be excluded. I think most of the people in this room have no idea really about what it's like to be excluded, and it's huge. It's huge. It's intimate, and it's painful. And so I think that being a reflective organization, if you genuinely want to create a third place, is very important. The why stands for you, which is about having the individual freedom to feel you can move the furniture around and create your own place. So the freedom to co-create a place. Borders, we talked about that a bit. The idea that you cross over your own individual borders in order to be able to meet other people, and they cross over their borders. A reflective organization that understands what it's doing, and let up placemakers, this is the danger. Also, often I found that these places were creating innovative products. They were doing a lot of crossovers, which mean that in music or in food or whatever, so it meant they drew a lot of different people in. And dialogue is useful. If there's a structural basis for dialogue, so if there can be grassroots information coming from at the bottom of the organization, and that mixes, and also if there's dialogue in all sorts of channels. I work at Startblok Riekehaven, which is a housing solution, if you like, for half status holders and half Dutch people. And one of the things that the young Dutch people had to learn was that a lot of Eritreans don't have an email address. You know, it's almost, you were saying, talking about the ubiquity of the telephone, it's almost impossible for us to imagine that some people actually prefer to have face-to-face communication, and they don't understand if there's a difference between an email and a Gmail, for example. You know, so it's really, and there's illiteracy. There is illiteracy amongst all ethnic backgrounds in Amsterdam. So it's important, I think, to be analog as well as digital. I'll stop there. Thank you very much. Okay. Any questions? Short questions? Things you didn't understand, dingen die je niet begreep, Engelse woorden die misschien niet helemaal binnenkwamen. Mag wel heel eerlijk over zijn als je denkt van, oh, dat heb ik toch niet begrepen. Wat is hybride? Wat is nou precies hybride? Hybride. Ja, dat is de hamvraag. Er is eigenlijk een hele, er is heel veel literatuur erover. Maar eigenlijk, als je begint met het idee, ik ga je even een voorbeeld geven. Ik heb laatst, ik geef lessen interculturele communicatie op een hogeschool. En ik heb laatst een oefening gedaan met mijn studenten. En aan het einde kwam een student naar me toe en hij zei, ik ga het helemaal niet door dat andere mensen net zo complex zijn als ik. En ik dacht, wow, good lesson. Ja. I did it. Maar dat is eigenlijk, je kan niet een persoon reduceren tot één groepslabel, bij wijze van spreken. Hybride is een veelheid. Ja, dus als je vertrekt vanuit het idee van een hybride, did I just do that? Een hybride persoon, dan een hybride plek is ook een plek waar die fluïde is, waar we heel veel zien de mensen bijeenkomen, etc. Ik ken nog wel zo'n plek in Amsterdam. Mensenrap. Nee, dat is alleen 's avonds open natuurlijk. En er zijn altijd programma's. Het is wel altijd gekoppeld aan programma's. Maar je ontmoet daar heel makkelijk alle mogelijke mensen. Ja, eens. Dus er is er nog eentje. Dankjewel, Filippa. Je kan weer. Hier kunt u. Ja, please make friends. Ja, precies. Ad Vos, jij maakt hybride plaatsen. Ja. Je bent architect. Je hebt onlangs in de Van der Beekbuurt een prachtig klein obaatje gemaakt. Ja.
Je hebt dit, je zat enorm te knikken bij Filippa. Dus volgens mij zit jij helemaal in die hoek. Hè? Is dat, waren er nog dingen waarvan je dacht van, dit is helemaal uit mijn hart gegrepen? Of, Nou, wat ik mooi vond is de inclusiviteit. En zeg maar dat het met verandering te maken heeft. Dat het, laten we zeggen, persoonlijk is. Maar dat die boundaries er ook zijn. Dus ik vond het eigenlijk wel een mooie definitie, die hybrid places die je net gaf. Dus je dacht eigenlijk, ik maak die al heel lang. Ja. Ja, precies. Nou, je mag even aan de slag. Wil je deze microfoon? Ja, zullen we dat doen? Ja. Ja. Oké. Als het goed is, werkt dit? Welke kant? De rechterkant. Is het bovenop of rechts? Misschien is die niet. Ik heb het uitgedaan. Heb je hem uitgedaan? Oh nee, maar dat komt er niet op. Dat doe je altijd op de hogeschool, hè? Nee. Dat is het beste. Hier. Ja, dus ja. Dat wij geen geld hebben voor batterijen. Dankjewel. Ik wil graag met jullie praten over third place, dat doen we natuurlijk, en hoe ze kunnen bijdragen aan stedelijke vitaliteit. Dit ben ik. Ik ben van huis uit architect, maar ik noem me liever gids, omdat ik het veel leuker vind om dingen zelf te ontdekken. En ik werk met passie aan publiek programma in de publieke ruimte. Dat is het enige wat ik doe, want ik geloof in de kracht van publiek programma voor het activeren van de publieke ruimte. De definitie van third place die ik zelf graag hanteer, is eigenlijk al aan de orde geweest. Het is een plek waar je je veilig voelt. Het is een van de weinige plekken waar je zonder angst alleen heen kunt gaan. Je wordt er gekend, je bent er bekend, het voelt als thuis. Je kunt er zijn zolang je wilt, doen wat je wilt en, heel belangrijk, met wie je wilt. Wat ook belangrijk is in de definitie van Oldenburg, is dat het een lokale relevantie heeft. Daar kom ik nog op terug. Dit is een third place. We zagen het Vondelpark al eerder. Dit is een prachtige third place in Noord, in de Keuvel. Dit is uiteraard ook een third place, maar ik wil het graag met jullie hebben over dit soort third places. Dit is het kleine filiaaltje van de OBA, wat net vorige week zaterdag is geopend in Amsterdam-Noord, in Van der Pek. Lokaal relevant. Wat betekent het nou? Hoe maken we die lokale verankering door middel van een bibliotheek? Ik loop even met jullie een paar dingen bij langs. Ik denk dat er 5 pijlers zijn als je een goede third place wilt maken, die ook functioneert als bibliotheek, die lokaal relevant is. Dat heeft te maken met mensen, plaatsen, belevenis, producten en toekomstgericht zijn. Het eerste punt is mensen. Je maakt natuurlijk altijd zo'n plek voor mensen. En die plek die moet aangehaakt zijn aan de situatie, lokale situatie. We worden steeds ouder. In sommige plekken van de stad hebben we meer ouderen. Of we worden misschien steeds jonger. Of we krijgen misschien steeds meer vrije tijd. Ook dan maak je een ander type plek. Ja, of er wordt misschien heel veel gewerkt. Ook daar hebben we plekken voor nodig. Sommige, we hoorden het net al van Jos. In sommige plekken in de stad is dit meer aan de hand dan in andere plekken van de stad. Dit is een belangrijke reden om ook dit soort publieke plekken te maken. Het is een toenemend probleem. We wonen chockvol op elkaar. We communiceren ons te barsten via onze, zoals Jan al zei, via onze devices. Maar intussen is zeg maar fysieke eenzaamheid iets wat aan de orde is. En dit. Een paar maanden geleden nog was het werd het duidelijk dat 8 mensen op deze planeet meer kapitaal bezitten als 50% van ons allemaal. En die grens die verschuift. En die verschuift de verkeerde kant op. En dat betekent eigenlijk dat, waarom laat ik deze plaat hier zien, als we het hebben over third places, en we hebben het over inclusiviteit, dan moeten we ook nadenken over hoe de stad zeg maar kan cateren voor dat soort third places voor de mensen die niet €4,80 hebben om die kop Starbucks te betalen. En misschien wel helemaal niks. En misschien heeft hij er ook één nodig. Als we dat soort plekken maken, de tweede pijler, waar moeten we dan aan denken? Elke stad heeft natuurlijk zijn iconen, zoals we Amsterdam kennen. Maar voor de OBA, die we net al even zagen, de grote OBA, is dit zeg maar zijn concurrent. Maar als we plekken willen maken op buurtniveau, dan moeten we aansluiten bij wat er leeft in deze buurt in Buiksloot. Of hier in de Bijlmer, of hier bij het Mosveld. We moeten begrijpen waar het over gaat. We moeten dus een ander type inhoud maken. Dus je kunt niet resultaten kopiëren. Je kunt processen kopiëren, maar resultaten nooit. Als we dan dit soort plekken maken, dan moeten we ons realiseren dat de jongens en meisjes die wel die €4,80 kunnen betalen, intussen in een hele andere situatie terecht zijn gekomen. Wij met z'n allen zijn in een andere situatie terecht gekomen. We hoorden dit al even via Jos voorbij komen. Van de economie van de commodities en van de producten en van de service zijn we uiteindelijk terechtgekomen nu in een nieuw type economie.
Pine en Gilmore schreven er 20 jaar geleden al over, de experience economy. Waarbij het niet meer gaat over producten, maar we kopen en verkopen herinneringen. We verkopen en handelen in emoties. En het worden steeds belangrijker, laten we zeggen, motivaties om al dan niet gebruik te maken van een plek. Dus als we een third place maken die op lokaal niveau relevant is, dan moeten we ons realiseren dat we ook, laten we zeggen, belevenis moeten bieden. Anders komen mensen eenvoudig hun bank niet meer uit, want het internet heeft alles al. Dus dit is een belevenisbibliotheek die ik in Oslo gemaakt heb. Waar deze skikabins worden gebruikt om bijvoorbeeld huiswerk te maken. Wat we ons ook moeten realiseren als we plekken maken, dat we moeten aanhaken bij, laten we zeggen, datgene wat er leeft. Hoe maak je nou die relevante plek? Doe het zelf wordt de norm. YouTube is eigenlijk de beste teacher die iedereen heeft en die is gratis. Maar misschien hebben we hulp nodig bij het activeren van die kennis. En misschien vinden we het geweldig om zeg maar, onze buurtgenoten in dit soort situaties te zien. Dus het bieden van alleen een kop koffie is niet voldoende. We moeten een relevant programma aanbieden om die traffic naar die plek, om die relevantie op buurtniveau te houden. En niet alleen het programma, hè, dus niet alleen enkelzijdig, maar ook wederkerig. Het participeren zoals deze meiden doen in een leesclub in een bibliotheek in Brussel. Laatste punt, als we dan die plekken maken, moet ons realiseren dat de fiets die veel kids gebruiken tegenwoordig er zo uitziet. En daarmee zijn ze onderweg naar een virtuele third place. Een van mijn jongens die spreekt regelmatig af in Abu Dhabi achter een metalen shed met zijn matties, zoals hij ze noemt. En ze komen allemaal op deze manier bij elkaar en ze brengen daar de hele middag door. Wat ik ermee zeggen wil is, de nieuwe gebruikers van de third place, dit is hun referentiekader. Of dit is hun referentiekader. En als we plekken willen maken die relevant zijn, dan moeten we ons realiseren dat de gebruikers daarvan hier al geweest zijn voordat ze überhaupt voor de eerste keer naar buiten gaan. Vijf pijlers, mensen, plaatsen, belevenis, producten en toekomst, die maken dit soort plekken op buurtniveau relevant. Een paar voorbeelden om af te sluiten. Allemaal bibliotheken, want daar gaat het nu even over. Dit is een third place of een bibliotheek of een stedelijke huiskamer in Oostergoud. Dit is een koffiebar annex bibliotheek in Weert. Dit is een bibliotheek annex buurtcentrum waar eigenlijk net zoals in de voorbeelden die we net zagen, Sexyland, het programma totaal wordt georganiseerd door de buurt. En inderdaad, het enige criterium is als iedereen maar de toegang toe heeft. Programmering gebeurt door de buurt zelf. Dit is een jeugdbibliotheek. Alleen maar toegankelijk voor kids tussen 10 en 15, waar heel sterk ingezet is op die verbinding met die toekomst, het creëren van een belevenis en een enorme duidelijke programmering op buurtniveau om die relevantie tot stand te brengen. En we hadden het al even over, dit is Oba van de Pek hier vlakbij. Wat is nou het interessante van third places? Op het moment dat je daar echt het publieke programma brengt. Dit is de Nolly Map. De Nolly Map is een kaart van het oude Rome. Waarom is die interessant? Omdat die wit is een straat en zwart is een gebouw. Maar als je goed kijkt, dan zie je hier het Pantheon. En het Pantheon is een gebouw, maar de binnenkant is wit. Omdat het publieke ruimte is. En de Nolly Map is eigenlijk een kaart van de publiek toegankelijke onderdelen van de stad. Op het moment dat we meer third places maken, dan wordt eigenlijk de Nolly Map dus groter. Dus de publieke ruimte van de stad wordt inclusief in de gebouwen die we maken. En dat is een prachtige opgave, zeker als we het kunnen doen met het publiek programma. Dank jullie wel. Jongen, jongen, wat een tempo. Broer, ik ben er helemaal... Jongens, helpen met... Nee, het is ontzettend... Ja. Dit is, vooral schrok ik dat ik inderdaad een zoontje van 8 heb die ook uit die wereld komt. Zodat hij bij ons in de huiskamer gaat zitten. Uit die wereld, ja. Maar hoe maken dan de third places als ze uit de... Want moet je dan zoiets voor zo'n kind... Ja, misschien zit er een psycholoog in de zaal. Die komen uit die wereld. Wat voor third place maak je dan om hen prettig te laten voelen in de... Oh, hij heeft een plaatje daarvoor.
Oh, je moet een slokje nemen. Ja. Ik dacht even een plaatje. En wat voor de toekomst? Nou, bij een van de projecten die ik heb laten zien, hebben een architectuurpsycholoog precies deze vraag gesteld. Ja. Architectuurpsycholoog? Ja, ja. Ik wist ook niet dat ze er, want ik dacht dat moet er zijn. En we vonden er. Ja, ja, ja. En ze woonden ook nog vlak om de hoek. Maar die vertelde dat als je, laten we zeggen, de verbinding wilt maken tussen de virtuele third place en de fysieke third place, dan gaat het over intimiteit, geborgenheid. Dan gaat het over bij elkaar zijn, maar je ook veilig voelen. Dus niet zeg maar opgesloten zijn, maar wel schaalverschillen. Dus het is een beetje architectenjargon voor als je grote ruimte hebt, moet je zorgen dat je daar ook kleintjes in maakt. Ja, ja, precies. Dat is een van de antwoorden erop. Ja. En niet uit auto's schieten en zo, wat mijn zoontje vaak doet. Dat ze uit die wereld komen ze, hè? Ja, dan moet je de psycholoog even bellen. Dat moet ook, nee. Ik geloof dat ik meer een probleem heb. Je mag weer gaan zitten, Aad. Er was nog een vraag van die mevrouw. Achter de laptop, wat zit je daar een scriptje over te schrijven eigenlijk? Je zit er prachtig. Misschien, daar mag we niks over laten. Dan vertel. Ja, ik doe onderzoek naar makerspaces, vandaar dat ik meetik. Okay. Ik had even een vraag als het gaat over precies hetzelfde punt, over de toekomst. U noemt het toekomst, maar dat is natuurlijk niet hoe het toekomst eruit ziet. Het is een fantasiewereld. Dat is een vlucht uit het heden. De toekomst kan nog wel eens wat grimmiger eruit zien dan die snelle auto's. Als het daarover gaat, het belang van third spaces voor het creëren misschien van een betere toekomst, die er niet zo uitziet, maar misschien wel rampen kan overleven, et cetera. Is daar een rol ook voor weggelegd, voor een daadwerkelijk een betere wereld te maken met de third space? Ja, heel idealistisch. Ik denk dat we dat doen. Kijk, de reden dat ik de toekomst in het verhaal insteek, het heeft te maken met de referenties. We hebben het over de publieke ruimte en de vitaliteit van de stad. En als de stad voor iedereen zijn thuis wordt, dan maken we een toekomst bestendig. En een van de manieren om dat te doen is in ieder geval ons te realiseren als ontwerpers en beleidsmakers over die stad, dat er een generatie aankomt van mensen die andere referenties meeneemt dan alleen maar de fysieke omgeving die wij kennen. Althans die ik kende toen ik begon te studeren. En de tweede reden dat ik het noem is dat er komen nieuwe technieken aan, waardoor de grenzen tussen zeg maar, fysiek en virtueel gaan vervagen. Denk aan VR, denk aan augmented reality, denk aan digitectuur, waardoor zeg maar grenzen van ruimtes kunnen veranderen. Eigenlijk heel erg eenvoudig. Dus er komen nieuwe technieken aan. Als we daar ons geen rekenschap van geven, verliezen we die aansluiting. Dat is de reden dat ik het noem. Oké, duidelijk. Dankjewel, Aad. Heel goed antwoord. Al zeg ik het zelf. De laatste spreker, voordat we met u in debat gaan, Hans Karsenberg. Kom naar voren. Jij, de City at Eye Level, je bent daar mede-auteur van. Je bent urban planner. Hè? Hoe is dat? Is dat stedenbouwkundige? Nee, planoloog. Planoloog, gewoon planoloog. Hè? Ik heb Engels gestudeerd, had ik moeten weten. City at Eye Level is een boek, maar het is ook een heel platform, hè? Waar je op kan om ook te kijken van hoe kunnen we die stad mooier maken en beter maken. Ja, we doen dat internationaal omdat we denken dat we veel steden nog wel wat verbetering kunnen krijgen. In Nederland hebben we het gewoon over de stad op ooghoogte. Dus de stad die je ziet als je door de straat loopt. Ja, want jij gaat het hebben over de rol van third places op die plinthoogte. Hè? Wat doet dat? Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik ga mijn best doen. Ja. Ik hou me dus bezig met openbare ruimte en straten. En wat mij fascineert is hoe straten en parken en pleinen soms helemaal verschrikkelijk zijn. En we hebben vrij veel verschrikkelijke openbare ruimte, eerlijk gezegd. Maar soms zijn het mooie plekken. En wat wij proberen te onderzoeken is, wat zijn nou de geheimen? Wat zijn nou de geheimen om van een ruimte een plek te maken? En soms zullen er hele kleine dingetjes op de meest bizarre plekken zijn. Dit is in Utrecht aan de achterzijde van het station. Een hele kille, betonnen, stenen ruimte. Maar doordat de ontwerpers hier een kleine extra trede steeds hebben gemaakt, wordt het opeens een plekje om te zitten. En het is ook nog in de zon. Het is aan de zuidkant. Dus als daar de zon overheen schuift, hè, dan zie je mensen ook meeschuiven. Daar kan je prachtige filmpjes van maken. Dus soms is er iets heel, heel kleins voor nodig om van een ruimte een menselijke plek te maken.
We hebben het veel over openbare ruimte altijd. En de openbare ruimte is een wereld met heel veel criteria voor wat je allemaal moet doen en handboeken. Maar ik let eigenlijk zelf altijd maar op twee criteria. En die zien we in deze foto. Dit is in Thessaloniki. Hier reden tot voor kort auto's en dat hebben ze voor voetgangers opengemaakt. Prachtig aan de zee. En wat we hier zien is het eerste criterium voor of het goed gaat met een openbare ruimte is dat iemand hier, deze dame heeft haar schoenen uitgetrokken. Dus daar let ik altijd. Als mensen schoenen gaan, als ze een openbare ruimte hebben gemaakt en mensen gaan hun schoenen uittrekken in de zomer, dan heb je het goed gedaan. Want dan voelen mensen zich thuis. Dan voelen ze zich comfortabel. En het tweede wat je ziet is dat ze liggen hier te knuffelen. Dus dat is het tweede criterium. Als mensen gaan knuffelen in je openbare ruimte, affectie tonen, dan voelen ze zich thuis. Dan voelen ze zich prettig en dan voelen ze zich veilig en comfortabel. Dus al die andere criteria kunnen je gewoon vergeten. Nou, ik heb aan dit project mee mogen, aan de wieg mogen staan. Dus Park Frankenaal in Watergasmeer vind ik echt zo'n third place geworden. Overigens, de wethouder destijds, Duco Stadig, die wilde hier first place van maken. Die wilde hier woningen bouwen. Die zei, ja, als je daar, de Watergasmeer is groen genoeg. En als je daar een park aan legt, dan gaan er toch nooit mensen gebruik van maken. En als ik dan langskom en dit soort foto's mag maken, denk ik, ja, Duco, we hadden toch gelijk. Stadionplein, nou, daar kunnen we ook een hele avond over vullen. Maar hier mochten we van, een beetje een rare foto trouwens. Maar hier mochten we van deze parkeerplek een plein maken, een verblijfsplein. En nou ja, dan moet je gaan bedenken wat de geheimen zijn om echt een plein te maken. Ik hoop dat het ons gelukt is. Ook, ik wijs de verkeerde plek aan deze plek. En ja, dat moet nog een beetje op gang komen misschien. Ja. Dit is een gebied in Rotterdam, het Zomerhofkwartier. Daar hebben we afgelopen 3 jaar weer geprobeerd daar een plek van te maken. En dit soort dingen doe je nooit alleen, dat doe je met de gemeenschap, met de community. Dus hier hebben we heel veel andere mensen gevraagd om mee te komen investeren, uitgenodigd. En een van de dingen die gebeurde, het was een vrij kale ruimte. Een van de dingen die gebeurde was dat er een chef-kok naar ons toe kwam. En die zei, ja, ik wil graag een biologisch en ook veganistisch restaurant beginnen. Want het bestaat nog niet in Nederland. En ik spaar trouwens ook treinen. En we dachten, heb je weer zo'n man met een midlife crisis die nog met treintjes speelt? Maar hij bedoelde dus gewoon echt treinen. Dus ik weet niet waar die ze heeft laat, waar die ze heeft staan. Maar hij heeft gewoon echt heel veel van dit soort treinen, een stuk of 40. En hij had ook een Oost-Duitse restauratiewagon. En hij vroeg, ja, mag ik die dan daar op dat plein zetten? En daar dan, Gare du Nord, in de Rotterdamse context durfde hij niet een Duitse naam te geven. Maar goed. En hij verbouwt hier nu de groenten en de kruiden in de publieke ruimte. En niemand steelt ze. Die eet je op je bord, dus ook niet zoveel food miles. Hij stelt, we zitten hier naast de Agnische buurt, een van de armste buurten aan de noordkant van Rotterdam. En hij haalt de jongeren uit hun woningen die werkloos zijn. En die stelt hij in de bediening aan. Dus de buurt die vindt het fantastisch, die komt daar ook. En zo is een ruimte een plek geworden. En dit hadden we trouwens in geen masterplan kunnen bedenken, hè, van tevoren. Dus dan moet je, dat is ook vaak gewoon je eigen geluk organiseren. Nou, daar gaat dit boek over, The City and I Live, over dat soort voorbeelden van over de hele wereld. Dat hebben we met 90 mensen over de hele wereld samen geschreven. Jos Gadet is er één van. Hij heeft een prachtige bijdrage geleverd over hoe in de pijp de plinten, de begane grondruimtes, door de decennia heen steeds andere functies in zich opnemen. Hoe die stad een beetje ademt als je hem goed maakt. En daar gaat het ook heel erg over. Nou, Brazilië wilde ze hem ook hebben. En wij vinden dat ze hem ook in China moeten hebben. Dus we zijn hem nu ook in het Chinees aan het vertalen. En je kan hem trouwens gratis downloaden. Als je meer wil weten, al die verhalen, al die inspiratie. Dat hebben we heel bewust gedaan. Want we willen graag dat zoveel mogelijk mensen het boek gebruiken. Nou, dit zijn een aantal van de partners met wie we dat samen hebben gedaan. Dit is trouwens een belangrijke partner voor ons Project for Public Space. Zal ik zo nog iets over zeggen. Maar die zijn 40 jaar lang bezig met plekken maken. Dus daar leren we heel veel van. En dit zijn al die co-auteurs met wie we samen hebben gewerkt. En daar staat Jos bijvoorbeeld. Prachtig hoofdstuk. Cases van over de hele wereld. Dus ook over de hele wereld is het leuk om te zien dat mensen hierover aan het nadenken zijn. Dan kun je inspiratie ophalen. En heel veel steden zijn er trouwens ook mee bezig. Dus Dublin is, ga even bijvoorbeeld over your city, your space. En Parijs is een mooi voorbeeld. Hij heeft de verkeersdienst.
De verkeersdienst die zei altijd, ja, wij zijn de dienst die verantwoordelijk is. Dat is, die heeft dan zo'n missie, hè? Wij zijn de dienst die verantwoordelijk is om mensen snel mogelijk van A naar B te brengen. Dat zeiden ze vroeger. Dus kreeg je van die autobanen door de stad. Nu zeggen ze sinds kort, nee, wij zijn de dienst die verantwoordelijk is voor de beleving van de stad. Ja, ze deden alle verkeersdiensten dat maar, hè? Dus dan krijg je dat ze het in hun hoofd halen om de Seine-oever af te sluiten en daar een stadstrand te gaan maken en dat ook permanent te maken inmiddels. Nou, wat ons bezighoudt is hoe gebouwen ook mee die openbare ruimte maken. Dus als je deze kaart van Haarlem ziet, dan denk je mooi historisch. En dan als je uit het station komt, dan word je vast op een historische manier verwelkomd. En dan is dit wat je ziet. Dat is het eerste gebouw wat je ziet als je Haarlem uitkomt. En dan denk ik, ja, wat is hier nou gebeurd? Hier zijn architecten bij betrokken geweest. En waarschijnlijk hebben ze 2 voor 12 voor de deadline gedacht, fuck it. Want dit is alsof er iemand met zijn rug naar je toe gaat staan en dan nog een gesprek gaat proberen te voeren of zo. Dus gebouwen maken ook mede openbare ruimte. En wat, als we het over openbare ruimte hebben, ik ben heel blij dat je die Nolly map liet zien. Hè? Dus die ruimtes hier in gebouwen, die kunnen mee gaan doen in de openbare ruimte. Maar wat gemeenten vaak doen, is dat ze zeggen, nee, de openbare ruimte is het horizontale vlak. Dat is alleen maar de ruimte die we hebben. En dan krijg je dit. Maar goed, dat deden we in de jaren 60, dus dat doen we niet meer, dat soort fouten. Nou ja, jaren 90 deden we het misschien ook nog. Oh ja, nee, recent hebben we dit ook nog gebouwd. Nee, sorry, ja. Dit is toch erg, hè? Meester Visserplein, publiek gebouw. De slechtste gebouwen zijn altijd architectuurinstellingen en publieke gebouwen, helaas. Als het gaat over de openbare ruimte. Dus dan heb je alles in handen om het goed te doen. En dit is een gevel op het zuiden. En dan ben je hier 200 meter van het huis waar Rembrandt heeft gewoond. Zo historisch is deze plek. En nou, je ziet het ook, voetgangersstromen houden hierop. Stel dat je nou 1 deur in zou hebben. Dus wat wij zeggen, nee, openbare ruimte is een 3-dimensionale ruimte. Niet een 2-dimensionale, is alles wat je ziet. En dus doen gevels van gebouwen moeten meedoen. En dat noemen architecten de plint van het gebouw. Dat is de begane grondruimte, de gevel, maar ook alles wat erachter zit. En hoe dat met de straat meedoet. En hier heb je dan de hybride zone. Ook dit is een soort overgangszone. Kan dat zijn van privé naar publiek? En dan kan het er zo uitzien. Of zo. Kan ook met moderne architectuur. Hoeft het niet alleen maar over historisch te hebben. Of zo. Of gewoon in woonstraat. Het hoeft niet over cafés of winkels te gaan. Dit is ook een vrij zachte overgang. Gewoon een geveltuintje toestaan. Eerst de stoep tegen de uithalen. En je hebt een soort menselijke... Of een nieuwbouw. Of hier. En ik heb in mijn team een stadspsycholoog. En die heeft onderzocht, dat dit noemt hij de hybride zone, de overgangszone. Dat in die zone 85% van de spontane contacten tussen mensen ontstaan. Omdat hier ga je dan zitten. En dan komt de buurman met zijn hond voorbij. Dan maak je even een praatje. Dus als je dit niet hebt, dan mis je dus 85% van de sociale contacten in de buurt. En wij zeggen dus ook, de plint is misschien maar 10% van een gebouw, maar bepaalt wel 90% van de beleving. Dus een gebouw mag heel lelijk zijn, maar als die plint maar goed is. Ja? En als een gebouw heel mooi is, maar een dichte begane grond heeft, ja, dan is de straat toch niet leuk. Ja, dat kan je dan vervolgens gaan onderzoeken. Dus bijvoorbeeld, dit is de Haarlemmerstraat. Elke 4 meter is er een deur waar je in en uit kan, waar een winkel of een woning is, of een café. Enorme menging. En bijvoorbeeld, dit is de Weesperstraat, een hele saaie straat. Elke 200 meter een deur, daar gebeurt er helemaal niks. Dus het is ook belangrijk dat die gebouwen goed meedoen aan de straat. In plaats van dit. Of dit. Gemeenten zeggen dan vaak, ja, de begane grond moet transparant zijn. En dan denken architecten, ja, dat is glas. Maar dit is het ergste wat je kunt hebben, want het is niet transparant. En bovendien, de helft wat je ervaart is wat je hoort, hè? Geluid in de stad. En dit is hetzelfde als dat je woonkamer, als je gaat verhuizen, als we het over woonkamers hebben, en je haalt de meubels weg en de gordijnen en je krijgt een soort echo. Dus dit is funest voor het geluid. Dus dit moeten we niet hebben, we moeten van die inspringende gevels hebben, verandergevoel. Zoals hier bijvoorbeeld, in Toronto. En dan kun je dus ook best hoogbouw met dit soort menselijke maat combineren. Interessant gesprek nu over de sluisbuurt daarover. En Amsterdam kijkt naar Vancouver, hè, die dit model heeft uitgevonden. Want ze hebben eigenlijk deze oude historische gebouwen bekeken en zegt, hoe kunnen we dat nou met hoogbouw combineren? Nou, gewoon door de rand van dat soort gebouwen te maken. Dit is wat je dan op straat beleeft. En als je dit van de afstand ziet, en dit is hoe het uit, dan ziet het er zo uit. Hè. Dus
Dus je kan ook prima menselijke maat met hoogbouw combineren. En ik denk dat het belangrijk is dat we ook over dat soort principes nadenken, want ja, er zit veel druk op die steden. Nou, dit gaan we niet allemaal doen. Ja. Ik wilde deze meneer nog even laten zien. Dit is William White. Die heeft 40 jaar geleden is die gaan kijken. Er zijn heel veel boeken geschreven over openbare ruimte. Heel veel boeken hebben dan een theorie over wat mensen moeten doen. Hij niet. Hij is gewoon gaan kijken wat doen mensen in de openbare ruimte. Misschien een rare gedachte. Hij is gewoon gaan observeren. Dus hij heeft camera's op de toppen van gebouwen gezet, die op pleinen gericht en daar films van gemaakt. En gekeken waar blijven mensen dan langer, waar blijven ze korter. En die lessen heeft hij opgeschreven in dit boek, moet je absoluut lezen, The Social Life of Small Urban Spaces. Hij heeft er ook een film van gemaakt, dus ook op YouTube te vinden, hilarisch. En ik vind dat eigenlijk niemand mag iets in de openbare ruimte doen als je dit boek niet hebt gelezen. Nou, die lessen, wat hij bijvoorbeeld zegt, het is best moeilijk om een ruimte te maken die geen mensen aantrekt. Het is des te opmerkelijker hoe vaak dit toch lukt. Dus we kunnen allemaal, denk ik, aanvoelen dat dit een ruimte is en dat is een plek. En deze heeft een architectuurprijs gewonnen trouwens. Een van de beste dingen van water is het kijken en voelen. En het is niet eerlijk om mensen water te bieden en vervolgens bij ze weg te houden. Want je weet dat haar teen lekker het water in gaat dippen. Nou, en dit zijn ze bijvoorbeeld gaan toepassen. Project for Public Spaces, een partner van ons in Bryant Park. Want dit was een ruimte, geen plek. Hier werd gedeeld. Mensen durfden er niet te komen. En dit is de centrale bibliotheek van New York. En die stond met zijn rug naar dat park toe. Dus een van de eerste dingen die ze zijn gaan doen van, ja, wat kan je nou als bibliotheek met het park? Nou, dacht de bibliotheek, want je moet het met de community doen, hè? Wij kunnen daar wel wat boeken misschien in de openbare ruimte zetten. Een gekke gedachte misschien, maar we creëren een publieke leeszaal. Nou, die is er nu nog steeds. En een ruimte wordt een plek. En zo hebben ze wel 100 van dat soort activiteiten hebben ze georganiseerd in dat park. Ze doen het nu meer dan 40 jaar lang. En ze blijven maar verbeteren. Ze bieden allerlei programma's. Je kan er betaald, maar ook onbetaald zitten. En het is echt een plek waar iedereen naartoe komt. Ook gewoon om even te zitten werken of met je kinderen te zijn. En in de winter hebben ze ook een apart programma. En dit is inmiddels de derde generatie kiosken. Want ze leren ook steeds wat werkt en wat niet werkt. En dan dit soort plannen maken ze. Maar dat is dus geen inrichting, maar dit zijn de verschillende soorten gebruik. Nou, zelfs Harvard Campus, 400 jaar lang, mocht je daar niet op het gras zitten, hebben ze van de ruimte een plek weten te maken met die principes. Nou, dus, dit is even in het Engels, want dit heb ik snel uit de internationale presentatie gehad, maar we moeten dus van tweedimensionale opvatting naar driedimensionale opvatting. We zijn mensen, we kijken om ons heen. Dat betekent dat we ook veel meer gebruikers en ontwerpers en gebouweigenaren ook mee moeten laten doen aan die openbare ruimte. Het gaat niet alleen over de overheid. Het gaat dus ook niet alleen maar over ontwerp. Het gaat juist over gebruik van mensen en ontwerp en hoe je het organiseert. Je moet met allerlei partners samenwerken, dus je kan het niet alleen maar top-down van achter het bureau bedenken. En we moeten van space naar place. Dat is het motto van placemaking. En ik wilde vast aankondigen dat we met het pakhuis, ik vind het pakhuis trouwens ook een prachtige third place. Ja, toch? Met het pakhuis samen gaan we in oktober de volgende wereldwijde conferentie over placemaking met Project for Public Spaces hier in het pakhuis organiseren. Dus kom alsjeblieft allemaal terug van 11 tot 14 oktober en laat zien aan de wereld hoe Amsterdam de rest van de wereld welkom heet. Dank je. Plaatsnemen achter de stoel. Jos mag even hier plaatsnemen. Ja, we gaan een klein paneltje doen. Jij mag blijven zitten hoor. We mag je er zeker mee bemoeien. Filippa, wil je ook... Als vrouw in het midden. We gaan even een klein gesprekje verder voeren met Jos. Even te beginnen met jou. Zo. Als jullie willen zitten, dan kan dat, hè? Ja, dat is gezellig. Jongen, ik ben helemaal geïnspireerd. Ja. Jos, jij zei al van, we praten ook met sociologen, we praten met alle mensen. Want er zijn heel veel dingen, hè. We moeten enorm veel wijken gaan bouwen. Hè. We hadden het al over de sluisbuurt. We moeten locaties als Sloterdijk... Volgens mij was daar ook een van die foto's van. Moeten we ook gezellige plekken van maken. Als je ziet hoeveel mensen daar zo ontzettend veel mooie ideeën over hebben, word je dan niet helemaal kriebelig en denkt van, ik wil met die mensen nu in het café gaan zitten en een nieuw stuk stad maken? Ik ben Limburger, dus ik zit sowieso heel erg graag in een café. Maar wij kennen deze mensen natuurlijk ook allemaal. En de presentaties zijn schitterend. Echt fantastisch. En dat is ook steeds meer komt dit soort dingen... Ik weet niet welke ik moet pakken. Steeds meer komt dit soort dingen ook in de
uitwerking of in gebiedsontwikkeling ter sprake. Ja. Om een goed voorbeeld te geven, misschien kunnen we nog even terug naar mijn dia's. Oh, ja. Je geeft hem één vinger, moet hij ook weer terug naar de dia's. Nee hoor. De dia's van Jos, kun je die vinden, Wouter? Komt eraan. De allerlaatste over de Jan Evertstraat. Ja, dat is de Jan Evertstraat. Dat is een project waar we nu mee bezig zijn. Dat is vanaf de Orteliuskade naar de Sloterplas. We moeten meer woningen bouwen, maar het gaat niet meer om het bouwen van woningen, maar het bouwen van woonomgevingen. Dat zijn we ons strategisch van bewust. Mensen kiezen echt niet meer alleen voor een woning, maar om een goede plek. En daar speelt de ontwikkeling van third places wel degelijk een rol. En hoe doe je dat? Hier hebben we, heel even kort, de sterretjes, dat zijn potentiële third places. Dat kan een park zijn. Hier beneden zie je het Rembrandtpark. En je gaat die kant op naar het Sloterpark. Dat zijn belangrijke ankerpunten. Mm-hmm. Het Ramada Hotel heeft beneden een third place en boven een third place. Beneden is relatief goedkoop. Nee, is gewoon goedkoop. En boven is ietsjes duurder. En dan kijk je uit over de hele stad. En precies. Ja. En de school, het voormalige HTS, dat kent een aantal functies waarin iedereen welkom is. Die functioneren al. En aan de hand van het ontwikkelen van dat soort third places weten we dat we een stadstraat maken waar mensen aan willen wonen, omdat om de hoek allerlei voorzieningen zijn waar ze kunnen wonen. Dus die verhalen die we vandaag gehoord hebben, het verhaal van Aad, dat kende ik nog niet, maar ik bedoel, fantastisch. En graag een keertje met je in het café zetten. Kijk, hem laten betalen. Dus wij zijn hier wel degelijk mee bezig. We huren ook bij tijd en wijle Hans in om met ons over het Museumplein. Dus lof. Maar, Dan komt hij. Dit is twee dingen. Je kunt, de stad is niet zo maakbaar als wij denken. Hm. Dus die mooie plekken die Aad maakt en die Hans maakt, die zijn ook gebaat bij mensen eromheen. En het succes van Bryant Park is bijvoorbeeld niet alleen van het feit dat er een geweldig idee van is, oh nee, we gaan nu even snel die bibliotheek omkantelen, we gaan een nieuw programma. Nee, die buurt was al bezig zich te gentrificeren. Dat was echt een no-go area, vol junks, maar langzaam werd die stad, er kwamen verschillende soorten mensen op. Dus op het moment dat je een voorziening maakt, heb je ook direct het publiek dat daarbij gebaat is. Dus het gaat erom om het op de juiste plek te doen. Maar wat is het eerst? Hè? Dat is natuurlijk kip of het ei. Dat is het kip of het ei, maar je hebt dat is ook met de Wiebootstraat, dat was ooit de lelijkste straat van Amsterdam. Ik ben zo opgevoed, de lelijkste straat van Amsterdam. Als je aan mijn kinderen zegt, de lelijkste straat van Amsterdam is de Wiebootstraat, waar heb je het over, man? Ja. Omdat dat een straat is waar heel veel verschillende soorten mensen komen, om verschillende redenen, om daar leuke dingen te doen. Maar dan wil ik even Filip op laten. Ik had nog... Ja, nog één dingetje? Anders blijf je. Kom er dadelijk wel weer. Je komt er dadelijk. Want dan hebben we het over, want daar zijn Jan en Filippa denk ik allebei elkaar in kennen. En Aad denk ik ook, die gentrification. Door die gentrification, doordat daar rijkere mensen gaan wonen. Nou, dat is geen gentrification. Oh nee, doordat daar creatievelingen, jonge creatieve starters, mensen met kansen, die kansen zien. Gentrification neemt deze plekken met zich mee. Kun jij ook voorstellen dat je met third places een buurt wat niet zo vanzelfsprekend gedentificeerd is, opkrikt? Hans zit te knikken, maar Filippa, kun jij dat voorstellen? Dat er plekken zijn waar, we hebben het heel de tijd over de Indische buurt en de mooie plekken en ook het Pijp, waar de plekken die jij ook noemde, de Oba zit natuurlijk midden in de stad. Maar zoals het Floradorp in Noord bijvoorbeeld, kunnen we daar een third place maken? Arnhem-Zuid, daar een third place maken? Hè? Dus om zorgen dat mensen elkaar daar ontmoeten. Ja, ik denk dat wat Aad zei ook, wat jij zei ook, een plek moet een lokale relevantie hebben, een lokale betekenis hebben. Dus je kan niet zomaar ergens midden in een... Nou, ik denk dat het maakt niet uit wie er komt, aan de ene kant, mits gewoon alle lokale mensen bij elkaar komen. Dus je hebt te roeien met de riem die je hebt. Misschien heb je niet zoveel diversiteit. Maar je kan toch wel een plek maken waar heel veel mensen bijeen komen. Maar dan denk ik, je had het net over de Noorderkamer. Mm. Wij hebben, dat klinkt arrogant, maar wij hebben voorspeld dat dat voorlopig nog dat geen succes zou worden. De Noorderparkkamer zelf. De Noorderparkkamer. Ja. Dus ik vind het verschrikkelijk dat het was een enorm succes, Jos. Het bestaat alleen nu niet meer. Waarom? Het bestaat niet meer omdat het geen succes was. Nou, het was daar is Hans het niet mee eens. Heel even om een punt te maken. En dan, kijk, de bevolking eromheen is er nog niet aan toe.
Er is te weinig massa en te weinig cultureel, economisch en sociaal kapitaal om dat soort functies te dragen. Dat zijn de criteria die nodig zijn voor een succesvolle third place. Ja, nee, massa en een bepaalde... Daar geloof ik echt helemaal niet van. Daar geloof je niks van? Oké. Okay. Maar je hebt wel... om van de ruimte een plek te maken, moet je wel nadenken over hoe je het geld organiseert. Dat is volgens jou de reden, want het is daar niet goed georganiseerd. Als we daar wat meer geld voor zouden uittrekken... Dat is helemaal niet veel. Dat is een fractie van wat die Noord-Zuidlijn kost, bijvoorbeeld. Maar dat is geen eerlijke vergelijking natuurlijk, maar dan zou die best nog wel draaien. Ja, wij zijn bijvoorbeeld in Haarlem, in Schalkwijk, bezig. En dat is een vrij arme buurt inmiddels in Haarlem, vroeger niet. Hè, maar... En dat winkelcentrum daar, dat deed het niet meer zo goed. Dat winkelcentrum was nog steeds de oude oorspronkelijke grijze bewoners die daar middenstander waren geworden. En die draaien nog steeds dat winkelcentrum. Maar inmiddels is die wijk de Turkse wijk van Haarlem geworden. Ja, ja. Sterker nog, heel veel Turken zijn uit hetzelfde dorpje naar Schalkwijk samen verhuisd. Dus die kennen elkaar allemaal. Dat hebben we een lokale functie. Maar wat gebeurde nou? Er is niks te doen in die wijk. Dus hun kinderen die gingen naar het winkelcentrum, die werden daar verjaagd. En wat doen die ouders? Die zeggen, ja, dat is echt gewoon racisme, sorry. Maar wij gaan daar niet onze boodschappen doen. Dus maar wat hebben jullie in Schalkwijk gedaan? Is daar een third place? Dus daar hebben we een placemaking workshop gedaan. Ja. En dan blijkt er jongeren in die wijk te zijn die zeggen, ja, wij willen dolgraag basketbalclinics geven, want we moeten iets doen om die kinderen, om onze mede-jongeren van de straat af te halen. En geef ons een plek alsjeblieft. Nou, toen konden ze dat doen op het lege dak van de parkeergarage. Dus, en dat is een hele toffe plek geworden, maar dat is natuurlijk in de zomer. En toen gingen de winkeliers het zien dat dat ook ervoor zorgde dat er meer mensen weer naar dat winkelcentrum kwamen. Dus nu mogen ze in dat winkelcentrum zitten. Dus het gaat er ook om dat je dit soort processen maakt en de winkeliers betalen het. Want die realiseerden zich dat het goed voor hen is als die jongeren daar een plek hebben nu inmiddels. Dus je zou eigenlijk moeten inventariseren, hè? Of gezien of daar al de bevolking er al toe is. Misschien hebben ze ook iets nodig, Jos. Misschien hebben ze ook hun wensen. Zeker. En als je misschien ik ken het buurtje om die Noorderpark wel redelijk. Als je daar zou vragen, wat willen jullie nou? Misschien wilden ze wel helemaal niet in Noorderpark aan met allerlei optredens. Maar wilden zij ook gewoon een basketbalveld of iets? Zijn dat ook... dingen die gebeuren als jullie bezig zijn met de bestaande stad inbreiden, maar ook met uitbreiden, dat jullie kijken van... Nou, die hele Jan Evertstraat, dat is vanaf het moment nul, samen met omwonenden, samen met stakeholders die daar al op opereren, maar ook studies van onder andere Jan Raad, maar ook andere van hoe gedragen mensen zich en wat zijn de preferenties van mensen in een stedelijke context. Dus, ja, zeker. Denk je, Jan Raad, dat het met die Evertstraat goed gaat komen? Dat echt een Nee, ja goed, het niet alleen maar omdat de gemeente daar bezig is, maar omdat er ook een bepaalde bevolkingsgroep zit die ideeën heeft en dat desnoods om de gemeente heen wil doen. Ja. Dus er zit, en dat zijn natuurlijk vooral hoogopgeleide mensen die elkaar kennen en op allerlei manieren die stad aansturen. Hè. Wat dat betreft lijkt het op een soort van citymakers die op hun eigen... Ja, op een eigen wijze iets doen. Ik wou iets anders zeggen. Ja, maar Jan, zeg je nou dat third places alleen maar goed draaien als er hoog opgeleid in de Nee. Want dat lijkt nu even het debat te zijn, hè? Maar ik geloof daar dus echt helemaal niet in. Nou ja, er is... Het lijkt een beetje zo van, we gaan hier third places organiseren en daar en zus en zo. Maar volgens mij werkt dat niet zo. Want third places die ontstaan, dat is eigenlijk een duiding van... de sociale manier waarop mensen met elkaar omgaan. Je gaat niet zeggen, nou, we gaan hier gaan we gezelligheid doen en daar gezelligheid. Wat je wel kan doen, is zorgen, nou, we gaan hier zorgen voor voorzieningen, waardoor iets mogelijk tot een third place kan ontwikkelen, voor wie dan ook. Maar dat is wat anders. Ja. Kijk, voorzieningen zijn niet per se een basketbalveld, hoeft niet per se een third place te worden. Kijk, wat Hans liet zien, en eigenlijk ook wat jij liet zien, is van, hoe kan je een stad prettig maken? Hoe kan je het mooi maken? Hoe kan je het leefbaar maken? Hoe kan je plekken van ontmoeting creëren? Dat is ontzettend belangrijk, maar er zijn nog geen third places. Ja, dat is iets dat mogelijk daar zich kan ontwikkelen. Maar dat moet je nog afwachten of dat zo uitpakt. Ja, maar volgens mij kan je dus wel heel actief mensen uitnodigen om mee te gaan doen aan en zich te gaan ontfermen over hun openbare ruimte. Want ik denk dat als mensen dat gaan doen, dan dat is het verschil. Je ziet het meteen of een openbare ruimte heel anoniem is of dat mensen zich erover ontfermen. En mensen gestimuleerd worden om het mentaal te eigenaarschap. Ja, hier is een vraag aan het publiek. Nou, laten we eens een voorbeeld nemen. De Zuidas, dat is toch behoorlijk mislukt. De openbare ruimte is daar echt vergeten.
Wat kunnen we daar nou doen om daar iets echt van te maken? Nou, Ronald, die had ik nou ook in mijn hoofd met het verhaal. De Zuidas is toch niet echt gezellig verblijven? Nee. Ja, Josje, nee. Hoe kunnen we daar nou... laten we het niet aan Jos vragen meteen. Filippa, jij hebt een zak geld. Hoe maak je die Zuidas? Ja. Dan ga ik terug naar jouw referentie, naar de Project for Public Spaces. Moet je even naar de microfoon al? Ja. Maar even in op Zuidas, hè? Ja, dat is gewoon off the top of my head. Ja. Die noemde de Project for Public Spaces. Nou, een van hun eerste soort regels is, zorg dat er 10+ activiteiten zijn om daar te doen. Als je 10+ activiteiten hebt, dan heb je tenminste 10 verschillende soorten mensen of verschillende activiteiten. Maar dat heb je niet op de Zuidas? Nee. Daar wonen mensen, jawel. Maar inmiddels wel. In de openbare ruimte kan je ook... Die zie je niet. Hans, wat zou je op de Zuidas doen? De Zuidas is al iets verbeterd, want 3 jaar geleden stonden al die begane gronden ook nog leeg. En ze zijn met boek aan de slag gegaan en ze hebben een plintenmanager aangesteld. Er is een plintenmanager, die heb ik ooit eerder in het publiek gehad. Saskia Reel. Ja, ze heeft mijn kaartje laten zien. Die is gewoon heel actief al die eigenaren gaan benaderen. Ja. En zeg ik, joh, je moet iets met die begane grond doen, want het is verschrikkelijk. Ja. En wat blijkt nou, die kantooreigenaren, die hebben dan 1 kantoor waar 1 grote huurder in zit vaak. Ja. En dan zijn ze tevreden. En dan laten ze liever die begane grond, dat vinden ze maar getrut, laten ze liever leeg staan. Dus als ik geld zou hebben... Ik ga daarover door. Als ik geld zou hebben, zou ik al die openbare ruimtes bij die eigenaren weghalen. Ja. En bij een nieuwe organisatie onderbrengen die maar 1 taak heeft om dat zo levendig mogelijk te maken. Ronald zegt, dat is een rol van de gemeente, Jos. Is dat niet de rol van de gemeente om op dat soort plekken, kantoorplekken, waar mensen zeker wonen, want ik heb er vaak gedraaid, ik weet dat er mensen wonen, ik ben binnen geweest, maar het is daar winderig en vervelend en je wil er niet zijn. Hoe kunnen jullie nou die pand, die grote ontwikkelaars, pandeigenaren, net als op Sloterdijk en Amstel 3, of Sloterdijk is misschien nog iets beter voorbeeld, hoe krijg je daar nou die plinten in handen? Of kun je daar iets mee doen? Ja, wij hebben een aantal jaren geleden, heeft het projectbureau Zuidas ons gevraagd, 15 jaar geleden inmiddels, van wat moeten we hier doen? Nou, toen kwamen we eigenlijk een beetje vooruitlopend op de gedachte van Hans. Nou, je moet daar ook kleinschalige voorzieningen in aanbrengen. Je moet verbindingen aanleggen met de buurt. Nou, flauwekul, zei Pieter Bruin toen, die was supervisor. Dit wordt PC Hoofdstraat plus Jos. Dat romantische gedoe van jou, dit wordt de kantoorlocatie. Dus er lagen al rapporten die wel degelijk aangaven hoe je dat anders moet doen. Het is volstrekt anders gelopen. Het werd geen kantoorlocatie. Hè, dus ging men opeens snel, ik overdrijf nu een beetje, maar dan ging men naar, er moet wel wat woningen. Woningen. Ja. En ja, die mensen moeten ook een beetje voorziening hebben. Ja. Dus men komt nu, en dankzij het werk van Hans, wordt er ook goed over nagedacht om dat te doen. Blijft nog dat het eigenlijk niet verbonden is met de achterliggende buurten. Want het is een reparatie wat we doen, hè? Dus het is nog steeds niet ideaal. Het moet een natuurlijke manier zijn dat je vanuit de buurten naar de Zuidas gaat. Oh, ja. En dat is absoluut nog niet het geval. Ja. Maar wat de gemeente nu bij Sloterdijk heeft gedaan, is heel interessant. Daar komt nu een groot woongebouw. Ja. En de gemeente heeft dit keer niet gezegd, de ontwikkelaar die het meeste geld biedt, die wint. Geld is er natuurlijk ook een onderdeel. Maar de architectuur is belangrijk en de begane grond. Ja. Dus ze hebben dat gewoon tot criterium gemaakt. Ja. En als je dat als vraag stelt als gemeente, dan zie je dat er zijn 21 plannen ingediend. Daar zijn 5 hele serieuze naar voren gekomen. En die hadden alle 5 kunnen winnen wat mij betreft vanuit het oogpunt van de stad op ooghoogte. Ja. Dus als je de juiste vraag stelt, dan krijg je ook echt goede antwoorden. Precies. Ook van ontwikkelaars. En dat is... Ik ben het daar helemaal mee eens, maar er schuilt weer een gevaar achter. En dat vind ik toch wel erg, maar wel belangrijk. Want nu is de vraag naar kantoren weer hoog. Ja. Dus op de Zuidas zitten ze zich wel rijk te rekenen. Ja. En ik liep laatst met de heer Dijkmeester, dat is een van de directeuren daar. Van maar als die kantoren weer komen, dan gaan we weer flinke kantoren stapelen. Dus we vergeten het ook direct weer. Maar er staat dat circulaire paviljoen nu, hè, op de dingen. Zou dat ook niet, kunnen we daar dan niet een soort people's palace van maken? Hij is de expert. Ja, hij is van ABN AMRO, hè, toch? Dat circulaire paviljoen. Dat is verschrikkelijk. Ja, het is verschrikkelijk. Dat had het plein moeten maken, maar als je dat ziet, jongens. Nou, wat is daar misgegaan? Eens kijken. Ja. Nou ja, een van de regels is, als je een aantrekkelijk plein wil hebben, dan moet je er gebouwen langs hebben die veel variatie en elke 5 meter even wat anders. Moet er weer iets nieuws gebeuren, dat wil je ook graag.
En wat voor gebouw is daar gekomen? Met horizontale, zwarte, hele donkere, sombere lijnen die naar de horizon. Nou, alleen dat al, weet je wel. Dus het nodigt niet uit. Het voldoet niet aan. Ken jij het, Philippe? Een gemiste kans, wat mij paviljoen? Nou, daar gaan we dan een keer langs. En wat Aad, als jij. Ja, ook. Aad, als jij. Ken jij dat circulaire paviljoen? Nee, maar als ik het zo hoor, dan denk ik eigenlijk al een beetje opvallend. Omdat in het New York, in het oude New York, begin vorige eeuw hadden we de zoning law. En de zoning law, daarin zei de gemeente, prima dat je hoog bouwt, maar de eerste 4 of 5 lagen zijn publiek. Dat was gewoon een regel. Dat is nog steeds hoor. Ja, dus oké, maar daarmee hou je dus die stad leefbaar. Ik kom zo bij u. Is zo'n regelgeving, hè, die plinten, hè, ik weet dat het een federale wet is in New York. Het andere project, en daar is het gewoon een eis van, als jij hier iets wil doen, dan moet je ervoor zorgen dat er iets publieks, en dat zie je ook, je ziet het Volkshotel, je ziet soort plekken, die komen er alleen maar. Dat kan bij nieuwe plekken. Ik kom straks, wat ligt daar? Voor de buurt doen. Ik kom straks bij u. Ronald, wat zit je toch altijd te klagen, man? Ik geef je als eerste het woord, dan gaat u nog lopen klagen. Ik moet af en toe dan een beetje achter, want dan zie ik het beter. Jij gaat het een keer doen, Ronald. Dan wil ik eens zien hoe jij dat doet. Meneer. Ja, ik wil er nog even terugkomen op die Zuidas. Wij denken alleen maar in termen van nieuwe plekken creëren. Ik wil er even de aandacht op vestigen. Er zijn 2 fantastisch mooie plekken aanwezig die allebei bedreigd worden. Dat is de Boelentuin. Ik weet niet of iemand daar wel eens een keer komt. Dat is een van de mooiste plekken van Amsterdam, mijn zinziens. Een groen, het is een tijdelijk project. Hè. Het was aanvankelijk schooltuinencomplex. Waar zit het ik heb het vermoeden in de Buitenvelder. Recht tegenover de gebouwen van de VU. Ga het nog even bekijken. Nu, dit jaar is het nog aanwezig. En het andere is de botanische tuin van de VU. Ook zwaar verwaarloosd op dit moment. Een van de mooiste plekjes van Amsterdam-Zuid. Kijk, dat soort... Daar liggen kansen. Die plekken hebben zich nu al spontaan ontwikkeld tot een ontmoetingsplek. Dat zijn beide, mijn zinziens, hele goede voorbeelden van third places. Waar heel verschillende mensen bij elkaar komen. Nou ja, in het huidige plangeweld maken ze geen scheen van kans. Kijk naar wat er is. Is dat zo, Jos? Is de kost hebben ze weggehaald, maar de botanische tuin staat nog. Dankzij de Reuring vanuit de buurt. Dan van Reuring, oké, maar daar zijn bestaande... hier zitten allemaal mensen. Daar zitten dus plekken, Hans en Jos en Filippa, waar wat mee kan. Dus bestaande plekken die verwaarloosd zijn. Ja. Kunnen we dat niet oppakken? Dan hoef je niet iets nieuws te maken, maar het is er al. Maar dat wordt ook opgepakt, wellicht niet overal even goed. Maar in de steden boven nu worden dat soort dingen zonder meer... deze plekken, ken jij die? Ja, precies. Nee, maar ik ben het helemaal met jullie. Want als je gaat kijken dus naar onze openbare ruimtes, dan zijn er echt zo verbazingwekkend veel ruimtes en zo weinig plekken. Ik heb aan het Museumplein mogen werken en we zijn er nog lang niet klaar. Want het Museumplein is voor veel Amsterdammers geen plek waar ze graag naartoe gaan. Nee. Amsterdammers gaan altijd langs het Museumplein, maar nooit naar het Museumplein. Nee. Maar er zijn ook geen voorzieningen daar. Dus ik denk dat de stad veel meer in dat soort plekken moet investeren... om die ook plekken voor Amsterdammers bijvoorbeeld te maken. Dus dat zijn ruimtes waar potentieel ligt. Wat zou je deze mensen aanraden? Wat zouden we dan samen met de bewoners daar... als je daar een mooie loods neerzet en koffie gaat verkopen... en het wordt daar een plek waar de advocaten van de Zuidas even tot rust kunnen komen... dan kunnen ze al naar Thomaskerk bij onze dominee, hoe heet die ook alweer... dan kunnen ze misschien ook gaan een stukje mindfulness... cage in de dat soort dingen. Zou dat iets kunnen zijn waardoor je van die ruimte plek maakt? Ik fantaseer maar wat. Het begint ermee dat mensen zich erover gaan ontfermen of dat als het nodig is dat je in verzet komt. Ja. In gemeenten waar mensen zich nooit verzetten, daar heb je de meest vreselijke openbare ruimte in het algemeen. Dus je moet je verzetten, je moet je gaan ontfermen en dan activiteiten gaan organiseren en dan komt een plek tot leven inderdaad. Ga je gang, jongens. Heer, ontferm u. Het is bijna Pasen, hè, jongens. Ontferm u. Ja. Vertel. Op plintenniveau, even wat plekken die er misschien al waren... en die moeten wijken voor wat nieuwe lak op plintenniveau. Ik was vanochtend op een hele mooie third place. Misschien kent iemand de bakkerij aan het einde van de Haarlemmerstraat, Mediterranee. Ja, nou, alsof voor mij iets een third place is, staan mannen met, nou misschien zijn het, ik weet niet, zijn het salafisten, ik heb geen idee, maar ze hebben hele lange baarden.
En er zit een keur aan mensen die eigenlijk rondom en in het centrum wonen. Hè. Daar zitten Marokkaanse mensen binnen, zitten Turkse mensen binnen, zitten Nederlandse mensen binnen, zitten hipsters binnen. Er zit niemand met een laptop binnen. Krasantje kost 1,20 euro en een munthee, ik geloof, 1,50 euro. Weet je hoe dat ook komt? Er hangen foto's van buurtbewoners op die tegeltjes. Dus maar mensen voelen zich daar... Ik hou eigenlijk een beetje mijn hart vast voor de ontwikkeling, met name bijvoorbeeld in de Haarlemmerstraat. Hoe lang een tentje als dit nog kan bestaan. En totdat jullie, ik kijk jullie erop aan, jullie zijn hiermee bezig. Daar denk ik, dat moet weg. En daar moeten we een leuk nieuw gelakt plintje gaan. Maar dat oude plintje is eigenlijk ontzettend leuk. Ja, maar dat is... Dan vraag ik even echt specifiek aan de stadsplanoloog. Want ik lees dat kutparool, zeg maar. Welke? Dat, dit soort hype. Ja, maar wat kunt u als gemeente daar eigenlijk tegen doen? Dat bijvoorbeeld zo'n zaak, als er zijn nog wel een aantal verdwenen op de Haarlemmerstraat, niet verdwijnen. En niet te maken krijgen met een huurbaas die zegt, ik kan hier de huur verdriedubbelen. Dat kunnen ze. Maar weg met je munthee van 1,50 euro en je krasantje van 1,20 euro. Ik wil hier iemand die 4,75 euro voor ze... En dan kijkt u mij aan alsof ik dat allemaal gedaan heb. Nee. Jos. Nee, natuurlijk. Jos, jij zit er nou helemaal. Dit is wat u nu zegt, is echt een heel belangrijk punt. Wat kunnen jullie daaraan doen? Heel weinig. De burgemeester heeft daar al een aantal ambtswoninggesprekken voor gevoerd. Het zit het college echt ontzettend hoog, dit soort dingen. Dus er worden allerlei experts ingevlogen van wat kunnen we daaraan doen. Het heeft te maken met wie is nou de eigenaar van dat pand. Het heeft te maken met contracten die er lopen. Het heeft ook te maken met ondernemers zelf. Want een ondernemer die bijvoorbeeld 65 is en die gaat met pensioen en die kan zijn zaak verkopen. Die gaat echt niet meer nadenken over wat is nou goed voor de Haarlemmerdijk. Maar die verkoopt zijn pand voor gigantische winsten, begrijpelijk. Dus dat zijn heel erg moeilijke processen waar je heel erg weinig invloed op hebt. Maar, het is zeker... maar we proberen met regelgeving, branchering, straatmanagers, Nel de Jager, u zult dat ongetwijfeld kennen, die heeft de afgelopen jaren ontzettend veel goed werk gedaan. Dus met mensen praat, noem maar op, dat soort mensen heb je nodig. Nel de Jager is eruit gebonjourd, ik weet niet door wie hoor, maar die doet dat niet meer. Maar dat soort mensen heb je nodig. Krachten uit de buurt heb je nodig om dit soort voorzieningen overeind te houden. Ja. En investeerders die daar ook iets in zien en die niet voor snel en veel rendement gaan, maar voor lange termijn en wat minder rendement. We hebben hier gisteravond een avond over gehad, over de drukte van toerismewinkels. En precies wat jij zegt, Jos, het is het verleiden van de pandeigenaren, bewerken van de mensen die daar gaan zitten. Hè? Want het is ontzettend lastig en juridisch ook lastig, maar ze zijn er ontzettend hard mee bezig. Er komen heel veel dingen aan, hè? Fysisch en juridische strijd gaat zo worden geleverd. En dat, het is het grote probleem, hè? De betaalbaarheid van dit soort dingen. Nou. Nee, dit is mijn microfoon, meneer. Ik hou hem wel voor uw neus. Goed. Ik haak daar gelijk op in. In Amsterdam-Oost zit Grand Café Genieten. Daar worden heel veel dingen georganiseerd. Daar wordt gewerkt met verstandelijk beperkte jongeren. Wij doen daar ook een traject. En de gemeente zegt, jullie gaan dicht, want wij maken daar flexplekken van de gemeente voor. Dus er wordt heel veel tegen geageerd. Er worden heel veel mensen zeggen, er wordt heel veel georganiseerd. Het is echt een third place. En de gemeente zegt, ja, we maken er flexplekken van. Het is echt klinklare onzin, maar het wordt wel gedaan. Want het wordt al een hele tijd bedreigd met sluiting. Maar is dat de gemeente of is het het stadsdeel? Nou ja, dat is volgens mij de gemeente. Want het stadsdeel zegt, we hoeven daar geen flexplekken. Nee. Nou ja, maar is het heeft u het gevoel dat het structureel dit soort third places worden weggehaald? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar dit is echt een third place. Ik weet niet of er mensen zijn die het hier kennen. Maar het slaat nergens op wat de gemeente aan het doen is. En daar kijken jullie niet op aan. En waar is dat? Van? Ja, het stadsdeelkantoor. Op het plein. Op dit, in Oostpoort? Ja. Oh, daar even wat achter, als je richting de Indische buurt loopt. Het zit ernaast. Het zit vast aan het stadsdeelkantoor. Oh. Het is een van die oude verbouwde... Jos? Het is nieuwbouw, maar het is historiserend gebouwd. Volgens mij gaat Jos er eens even induiken. Ik ga induiken, want het zegt mij niks. Maar, maar dit is iets wat we niet willen natuurlijk. Ja. En zeker ik vind niet in trouwens wat de gemeente Amsterdam nu met de Stopera aan het doen is, is weer het omgekeerde. Dus die zijn ze juist weer aan het openmaken, plintruimtes aan het creëren, zodat die markt ook wat gezelliger wordt. Dus nee, de gemeente doet ook dat soort dingen gelukkig. Ja, maar dit komt dan... Ja, dus, maar Jos gaat erin duiken in dit verhaal. Oh. Neem het even voor je. Ja, nou ja, ik wil zeg maar wat dat betreft ben ik ook vertegenwoordiger dan van Ressen van Harte dat nu voor de eerste keren ook mag draaien in dat Grand Café Genieten wat dreigt te verliezen. Maar ik denk, ik vond het interessant
wat u ook zei over je moet zeg maar mensen moeten in verzet komen, maar dan dus eigenlijk we moeten met z'n allen in contact komen, zoals ook de Franse Revolutie ooit begonnen is, juist in die cafés, juist in die third places is het begonnen. Dus voordat wij met z'n allen in verzet komen, moeten wij elkaar ontmoeten op die plekken, zeg maar. En moeten wij, denk ik ook, wat ik ook wil voorstaan, juist hoe lastig het tegenwoordig ook is, onze telefoons wegleggen. Er is zelfs precies met elkaar gaan praten voordat dit soort dingen ook helaas tegen de overheid, tegen de gemeente in, dat we met het volk zelf in opstand komen voor het behoud van deze plekken. Niet tegen de gemeente Amsterdam in, want ik denk ook dat ze zeker alles eraan doen om dit soort plekken te blijven creëren. Maar nu, wat er nu ontstaat is gewoon een totale splitsing. En ik denk ook dat het gaat over menselijkheid en dat we dat in elkaar moeten aanwakkeren en aanspreken. Maar dat die mogelijkheid ons meer en meer ontnomen wordt, ook door de technologische ontwikkelingen. En ook zelf ben ik heel hypocriet daarin, hoor. Ik wil veel minder afhankelijk zijn van technologie dan dat ik ben. Maar het is wel zo. En een echt gesprek wordt er nauwelijks meer gevoerd. Want ik heb het zelf ook als er een... Hoe oud ben jij? 27. Jezus, wat fijn dat er iemand van 27 dit denkt. Maar daar ben ik heel blij mee. Want je bent heel bewust en zelfbewust. Dan zou ik zeggen, begin die revolutie. Ja, dus kom allemaal naar Oost. Oostpoort. Grandcafé genieten. Grandcafé genieten. Nee, maar ja, ik meen het wel heel serieus. Het gaat me echt aan mijn hart. Dat er medewerkers zijn met een culturele achtergrond, met een fysieke of verstandelijke beperking die daar hun baan dreigen te verliezen. Dat wij als Resto van Harte ook halal koken, ook vegetarisch, voor €5. Een gangendiner voor vijf... Nou ja, elke dinsdagavond in ieder geval. Elke dinsdagavond 3 gangen. Filippa, is dat iets voor Boost ook? Want die zit een eindje verderop, hè, aan de Ringdijk. Ja, maar je zou wel contact kunnen maken met Boost, ja. Ja, dus ja, jullie hebben contact al met elkaar. Ja? Dus misschien is het ook goed om die krachten te bundelen en samen te zeggen van hier is het belangrijk. Ik ben met je eens, je moet gewoon knokken voor zulke plekken. Ja. Ja, we zijn zo braaf. We zeggen, we mogen niet? Oké, dan niet. Maar jij bent 27, jij gaat dat doen. Ik voel het. Ja. Ik wil er wel op aanhaken, want ik denk dat de gemeente wel degelijk hier wat kan doen. Want je ziet in het verleden in Amsterdam zijn echt tientallen van die ontzettend mooie buurtlocaties verdwenen. Of omdat het te duur werd of omdat er iets anders overheen geprogrammeerd werd. En de gemeente kan ervoor zorgen dat er met goedkope grondprijs locaties ontstaan waar sociale plekken kunnen bestaan, waar de mensen zelf iets kunnen doen. Dus dat het niet commercieel hoeft te zijn. Nee. Maar ik geloof dat Jos niet op een afdeling werkt. Ja, die mevrouw die ken ik en die komt zo aan het woord. Ik wilde even dit rondje, ik was aan het bewegen die kant op. Dat is niet jouw afdeling, hè, die erover gaat, maar maatschappelijke grondprijzen voor plekken nee, waar... Nee, daar gaat een andere afdeling over, maar dat neemt niet weg dat wij als R&D, ruimte en duurzaamheid, ik probeer het voorbeeld van de Jan Eversstraat, dat wel de niet-commercieel, dat plekken die een niet-commerciële functie hebben, dat die wel degelijk hun betekenis kunnen hebben. Dat de buurt die nodig heeft. We zijn hier ook over. Nou, San Francisco bijvoorbeeld, zijn de prijzen enorm gestegen. Dus die stad die is wat ze noemen een PDR-strategy gaan doen. Production, distribution en repair. Want dat zijn de bedrijven die weggedrukt worden. Ja. En ze voeren een actief beleid om daar goedkope ruimtes voor te creëren nu. Ja. En Amsterdam die heeft bijvoorbeeld het broedplaatsenbeleid al jarenlang. We hebben ontzettend veel ruimte gecreëerd. Juist heel betaalbaar voor allemaal. En het zijn ook vaak een soort third places geworden. Mm-hmm. Maar ja, dat wordt steeds moeilijker. Omdat er steeds minder oude gebouwen zomaar lang leeg staan. Ja, met de schaarste. Dus nou, de gemeente Amsterdam is nu aan nadenken. Moeten we niet bij nieuwbouwprojecten gewoon een bepaald percentage vragen aan de ontwikkelaar. Op het moment dat je inschrijft en je wil ontwikkelen, dan moet je ook goedkope ruimte creëren. Maar er zijn zo wat nadenken, dus ik denk, bestaat die regeling? Nee, die bestaat nog niet. Maar je moet dus, je kunt dat succes van de stad heeft heel veel positieve kanten, maar ook dit soort negatieve kanten. Dus en dan moet je weer slimmer worden om daar weer mee om te gaan. We hebben tijdens die avond gisteren was het inderdaad uiteindelijk de vrije markt die helemaal niet vrij is. Hè. We zitten eigenlijk in de greep van het geld. En hoe kunnen we nog met middelen, de gemeente trekt zich ook aan zijn haren van hoe kunnen we dit juridisch... gisteren zei Boudewijn Oranje de Maas in de wet, terwijl die mogelijkheden in de wet bedoelden. Maar ze zoeken ontzettend hard naar manieren om dit te stoppen. Dus dat wilde ik daar nog even in verdediging zeggen. Mevrouw, u had al heel lang een vraag. Ik wilde... Is mijn microfoon? Ja, dat was heel vervelend. Ja, vervelend, hè? Ik wilde 2 dingen doen. Ik wilde al langer een vraag stellen, maar ik wilde een paar onderwerpen terugkomen.
komen op jouw opmerkingen, Jos, wat betreft de rol van straatmanagers en die ontwikkeling wat betreft huurprijzen en dergelijke. Nou, die hebben daar gewoon geen mogelijkheden in, maar de stad er kan daar meer in doen. Je noemde de branchering, maar als ik kijk wat de werkelijkheid is, is dat de stad veel te langzaam schakelt. Het is iets waar we ook met Boudewijn heel veel contacten over hebben, maar er wordt gewoon te langzaam geageerd. En de markt die verandert buitengewoon snel. En de stad loopt gigantisch achter. En de stad moet zijn processen echt veranderen. En dat is iets wat wij niet alleen met de stad oppakken, maar ook zelfs via de ombudsman. Omdat het gewoon misgaat. Het is 2 voor 12. Helemaal gelijk. Het vind ik een hele goede opmerking. Van de ontwikkelingen gaan razendsnel. En de overheid is daar helemaal niet op ingesteld. Wij hebben nu iemand aangenomen die onderzoek doet naar hoe je dat als overheid veel sneller, dat je die procedures, die ellenlange procedures, dat je veel adaptiever met die ontwikkelingen moet omgaan. Dus je hebt een heel goed punt. Maar ik word altijd een beetje moe, eerlijk gezegd, van die 2 voor 12 discussie. Want dat vind ik zo'n cliché. Jongens, het is fantastisch dat het zo goed gaat met de stad. Laten we daar eens blij mee zijn. Alleen we moeten wat slimmer worden met de schaduwzijde die dat ook met zich meebrengt. Dus kijken waar de kansen liggen. Daarom vind ik zo San Francisco bijvoorbeeld heel inspirerend. Kijk naar hoe andere steden dat aan het doen zijn. Maar laten we niet vergeten dat het gewoon hartstikke goed gaat met Amsterdam. Hè. Er zijn heel veel steden nogal jaloers en die zouden maar dolgraag die ontwikkeling willen hebben. Maar Hans, mag ik dan aan jou vragen, waar liggen die kansen dan? Hè? Want de bedreigingen zijn overduidelijk, maar waar liggen dan die kansen? Van Als er veel geld is, dan moet je de juiste vragen stellen om dat geld aan te wenden om daar ook goede dingen mee te doen. Ja. Dus bijvoorbeeld, je mag ontwikkelen onder voorwaarden dat je dan ook weer wat teruggeeft. Dat is wat New York bijvoorbeeld inderdaad doet. Je mag wat hoger ontwikkelen als je de begane grondruimtes voor een betaalbare prijs publiek maakt. Dan was mij dat nog niet helemaal duidelijk, Hans, of dat al zo is. Hè? In de nieuw te bouwen gebieden, Jos, worden die ontwikkelaars gedwongen om in die plinten openbare... Je hebt verschillende vormen van ontwikkelen. En een van de ontwikkelen vorm is dat je de tenders gaat uitschrijven en daar kun je wel degelijk je eisen stellen. Ja. En aan je erfpachtcontract kun je ook eisen stellen. Dus, maar dat kan, maar doen ze dat ook? Hè? Ja, dat gebeurt zeker. Ja. Maar het is geen universeel beleid. Maar ze worden er niet toe gedwongen, hè? Als grond en ontwikkeling zegt, nou, dit is een geweldig pand en laat die plint maar even. Dan kunnen ze het, dus het is niet een iets. Het hangt van de gemeente af of men dat doet. Ja. Ja, dat klopt. En het hangt ook van de plek af. Ja, en de gemeente is niet de gemeente. De gemeente bestaat uit heel veel verschillende type mensen die hier soms over dingen heel anders denken dan... Maar het is niet zoals in New York algemeen beleid, jongens. Die plinten, de eerste 4 lagen zijn van ons en de rest... Men denkt er wel zo over. Maar dingen moeten betaald worden. En het is niet altijd even gemakkelijk om overal maar alles te ontwikkelen wat je zou willen. Soms moeten rekeningen betaald worden. En dat kan niet altijd. Ik kan een voorbeeld noemen van waar het bijvoorbeeld misgaat. Ik ben zelf actief in een gebied wat een horecagebied is. En vanwege de algemene regel van de stad dat er geen horecazaak meer bij komt, komt er ergens op een buitengewoon belangrijke plek voor de hele doorstroom en alles, gaat er waarschijnlijk een heel groot, heel armoedig filiaal van een of andere, ik kan hem niet met naam noemen, keten komen, omdat er geen horeca mag komen. En dat is de starheid van de stad. En de stad moet leren meebewegen. En moet gewoon echt sneller acteren. En die branchering bijvoorbeeld, als je kijkt wat er op de Bloemensingel gebeurt, zijn er zoveel meer mogelijkheden. En de stad loopt daar zo erg achteraan. En dan moeten wij, denk ik ook, hè, want ik wil even terug naar die third places voordat we helemaal de discussie van gisteren opnieuw gaan doen. Dat heb ik al gedaan en daar heb ik al nachtmerries van gehad. Dus ik wil nu de droom najagen over de third places. Maar dat zijn absoluut wel dingen waar je als, denk ik, hè, met de actiebereidheid van de dame daar, dan moeten we met z'n allen dan ook aan de deuren gaan kloppen. Zeggen, jongens, het geld is er. Hier is een mooie plek. Help ons. Hè, dat we gaan mobiliseren. U had ook nog een vraag. Nee hoor. Oh nee, ik dacht dat u... Ja, jij. Nee hoor, Ronald. Ja, kijk, bij de Zuiders kan de gemeente gewoon heel veel doen. Bovendien, die botanische tuin die net genoemd is, die is van de VUMC. Dat is een publieke instelling trouwens. Dat is geen groot geldbezitter. Nee, dat is een publieke instelling. En de gemeente kan in een bestemmingsplan gewoon die groenfunctie vastleggen. In een bestemmingsplan. Maar dat, kennelijk willen ze dat dus niet. Kennelijk willen ze daar ook bebouwing hebben. En denken ze dat ze daar meer aan verdienen. Nou, ik zou zeggen, begin een actie. En de Zuiders ook zien, kijk, ze hebben van de outdoorontwikkeling hebben ze niks geleerd. Als je nu de Beethovenstraat kijkt, dat is echt de verbindingsstraat. Aan de ene kant de allerlei buurtwinkels, aan de andere kant een groot winkelcentrum in Buitenveldert. Maar daar is ook hard aan gewerkt. Kijk,
Ja, wat is daar hard aan gewerkt? Nou, er is hard aan gewerkt, want er zit een hele marketingcampagne achter. Want daar liep het ook niet goed, hoor. Dat is onzin, want die plinten, die zijn, daar zitten allerlei grootbedrijven, Axo en dat soort dingen zitten. En die hebben gewoon een plint. Verder hele lege plinten dingen. Maar er is... Heeft de gemeente dus kennelijk niks van gebeurd. Wat is de laatste nieuwbouw die in de Zuiders gepleegd is? Dus ze leren helemaal niet van het... Nou ja, Jos heeft al gezegd, ik heb daar 15 jaar geleden al op gewezen. En het is door die ontwikkelingen van is het nou kantoor of woongebied, is dat zo geworden. Maar er gaat hard aan getrokken worden, volgens mij. Ja, dat kan zeggen ze ieder jaar. Maar laat het... Nee, maar laat... Dat zie je bij de nieuwbouw. Ja, maar we gaan daar gaat van alles gebeuren. Ja, sorry, mag nog één keer? Je mag nog één keer, je bent te laat. Ja. Want we willen echt aan het bier nu, het is 9:30, jongens. Ik had het afgelopen jaar heb ik veel in de Noord-Italiaanse stad Genoa ben ik voor werk geweest. En Genoa is een van de oudste middeleeuwse, één groot aan één gesloten middeleeuwse historisch centrum. Bijna net zo mooi als Amsterdam. Wat heeft de gemeente daar gezegd? Er zijn een aantal zaken in plekken, third places. Kan een bakkerij zijn, kan een koffiezaak zijn, kan een café zijn. Ontmoetingsplekken waar nog steeds veel mensen naartoe gaan. Wat heeft de gemeente daar gezegd? Wij wijzen er 10, 20, 30, 40 aan. Die blijven altijd open. Dus niet als daar gaan wij voor liggen. Daar strijden wij voor. Dat deze plekken blijven bestaan. Omdat ze heel belangrijk zijn voor de identiteit van onze stad. En ik mis dat ontzettend in de visie van Amsterdam eigenlijk op dit moment. Liggen voor wat je waard bent als stad, wat je hebt te bieden. Nou, ik zou dan toch maar eens... Niet alleen de Rembrandt en de kunst, en dat is allemaal fantastisch. Nee, juist om die plekken die belangrijk zijn voor de mensen die in die stad wonen en die niet iedere week naar het museum gaan. Ik zou de structuurvisie er eens op nalezen, structuurvisie 2040 en koers 2025, ruimte voor de stad. Daar komt het dan, dat bedoelen wij... Okay. Nee, maar die visies zijn er. Dus wat u zegt is... Nee, maar wacht eens af. Er wordt veel gepraat, wordt weinig gedaan, Jos. Nou, mag je daar nog even... Dan kruip ik toch even dicht tegen Hans aan. Dat gebeurt wel degelijk wat. Ik bedoel, we hebben een stad waar heel veel nieuwe banen worden gecreëerd. Dat moeten we ons ook even realiseren. Door die transitie in de economie, doordat we veel van die third places hebben, doordat die innovatieve creatieve sector daar zit te werken aan te ouwe hoer, aan weet ik wat, wordt er nou één zulke innovatieve creatieve baan zorgt voor 5 nieuwe banen buiten de creatieve innovatieve sector in de hoogwaardige dienstverlening en in de laagwaardige dienstverlening. Dus we doen niks, we proberen dat in elk geval op orde te hebben, dat we hier talent naartoe krijgen, dat we werkgelegenheid schappen en dat er hier en daar fouten gemaakt worden. Helemaal mee eens, ik luister ontzettend goed, maar potverdorie, we doen ook wel wat goed. Er wordt niet alleen maar geluld, er wordt ook wel echt wat gedaan. Nou, als we nou even Amsterdam nu met de jaren 80, Amsterdam van de jaren 80 vergelijken, dan durf ik wel de stelling aan dat er echt veel meer third places, ontmoetingsplekken, goede openbare ruimte, weer terugveroverd op de auto zijn gekomen. Dus zo slecht gaat het niet. Alleen, we moeten niet blijven slapen. En dat is denk ik wat we allemaal zeggen. Maar laten we het alsjeblieft halen uit een debat, heel klassiek, van de stad moet het allemaal doen. Want zo werkt het, de gemeente, want zo werkt het niet. Of we moeten naar een communistisch model willen overschakelen en dan werkt het ook niet. Ander debat. Wij maken samen de stad. Dus daar moeten we aan gaan wennen. Dus dan moeten we ook allemaal initiatieven gaan nemen om plekken te maken en uit te nodigen en anderen erbij uit te nodigen. Precies. Laten we er met z'n allen voor gaan liggen. Ik wil laten we met z'n allen voor die third places gaan liggen. Als je ze belangrijk vindt, ga ervoor liggen en mobiliseer elkaar. Er komt in het verlengde hiervan komt er wat jij al zei, de week van de placemaking. Hier komt het. En jullie kunnen nog allemaal ideeën en plannen indienen voor de 28 april, is het hè, geloof ik? Ja. Kun je ideeën indienen hoe je plekken kan maken, van ruimte plekken maken. Dus doe dat, doe mee. Voor 28 april kun je dat indienen. Dat staat daar. Waar kun je dat doen? Dit is de website. Waar kunnen we dit doen? Er is een website, placemakingweek.org. Als je daar naartoe gaat, dan staat daar alles op hoe je... Want we willen dit co-creëren natuurlijk, veel nieuwe verhalen naar binnen halen. Dus je kunt je aanmelden als je een verhaal te vertellen hebt, als je een plek wil inbrengen.
Dan kan dat via de website. Dus de botanische tuinen kunnen daar ook ingebracht. Op de website van Pakkas en Zwijgen kun je het ook vinden, denk ik. Hè? De Placemaking Week. Dus als we met z'n allen die stad mooi willen houden. Hè, we willen allemaal iets met die stad. We doen het samen. En we gaan daar samen aan de bar met een biertje nog verder over praten in onze third place beneden. Dank u wel voor uw komst. En doe het samen, hè? Met z'n allen. Veel plezier.